Ik was 21 jaar. Al mijn leeftijdsgroten, die waren ondertussen al, die hadden, die meestal al een relatie. Die begonnen al samen te wonen, kinderen te krijgen, uit het huis te gaan, hè, uh, uh, trouwen, carrière te maken. En ik zat nog altijd bij de mama en de papa op mijn kamer, dag en nacht, de game. En dus steeds meer en meer raak je die geïsoleerd en raak ze in de problemen. Je, je vlucht weg van iets in het echte leven waar je, of de offline wereld, hè, waar je het dan moeilijk mee hebt. Dat kan. Dat kan van alles zijn, hè. op sociaal vlak dat je het lastig hebt. Misschien zijn de studies te moeilijk. Misschien is er thuis veel discussies, veel gevechten, veel een, een scheiding eventueel. Misschien iets van ziekten in de familie. Um, dat, kan, dat kunnen heel veel verschillende dingen zijn: um, trauma enzovoort. Ja, deze doelgroep van jongens, hè, want het is vaak dezelfde doelgroep die we zien terugkomen. Hè. Zo gasten met autisme of die in die richting gaan. Hè. Wat moet ik met sociaal contact? Die ook, uh, soms ook redelijk intelligent zijn, soms ook hoogbegaafd, soms ook sensitief. ADHD komen we ook heel veel tegen. Uh, maar vooral zeker dat autisme en, en ADHD, dat zijn echt zo twee dingen die we heel veel zien terugkomen. En uh, introverte intelligente jongens. Dat is echt zo zo'n deelbroek. En als die in contact komen met die games, is dat gewoon dat is zo leuk. Dat vult zoveel van hun behoeften in. Dat niets daar eigenlijk nog tegenop kan. In China bijvoorbeeld, vind ik wel interessant. Dat, dat, ja, waar je ze daar gaat, ze hebben onderscheid van, kijk, minderjarigen, tot 16 mogen maar. Drie, drie uur per week gamen. De vrijdag, en de zaterdag en de zondag. En dat is gewoon gelimiteerd. Ze mogen maar 40 minuten per dag op social media. Dus TikTok is daar geblokkeerd. Hè. Dat is veel meer die, die beperkingen. In Frankrijk bijvoorbeeld, in Nederland ook, hebben ze al beperkingen gezet op school. Hè. Dus geen GSM's meer in de klas. Zoals dat zei, ook, gewoon niet meer op school zelf. om begin tot eind les uur enkel is geen enkele reden erop te zitten, eventueel tussendoor in de pauze, dus heel kort even, wat we nog kunnen. Focus op, hoe kan ik wat meer mijn leven gaan vullen met andere activiteiten? Maar dus heel veel van ons werk is dus gebaseerd op, hoe kunnen we geleidelijk aan, stap per stap, elke week, iets meer offline activiteiten inplannen. Dat kan zijn, we gaan volgende week één keer aan de fitness. We spreken met een vriend af van vroeger. Dat kan zijn, we spreken een keer terug met onze zus af, of onze broer, of, of onze ouders, of, ofzovoort. Ja, je kijkt naar wat je nu doet, hoe ziet de week er nu uit? En we doen er 5 tot 10 procent bij. Welkom iedereen bij de Hete Hanghuizers Podcast. Zoals altijd gaan we een aantal interessante thema's bespreken. En als jullie mijn missie van vrijheid van meningsuiting, open debat willen steunen, probeer dan deze aflevering zoveel mogelijk te verspreiden. En hebben jullie ook zoiets van: ik zou ook graag mijn mening willen zeggen via podcast, dan kan je altijd gaan naar hetehanghuizers.com/slash podcast. En daar ga ik je alles leren om een succesvolle podcast te maken of te creëren. Vandaag heb ik als gast Matthias de Wilde. Matthias is een ervaringsdeskundige gameverslaving. Auteur van het boek Game Over. En medeoprichter van Game Changers. Een organisatie die zich inzet tegen gameverslaving. Nu vooral leren we praten over gameverslaving. Want jij geeft uh, al lezingen aan meer dan 40.000 uh, mensen in totaal in de afgelopen jaren. Wanneer heb je eigenlijk beseft in jouw leven. Want we zijn een beetje van dezelfde generatie. Ik kom van de counter generatie Wanneer besefte jij van, oké, okay, ik, ben, ik ben waarschijnlijk verslaafd aan gamen op dit moment? Ik denk dat ik dat gevoel al had op mijn 17, 18 jaar. Dat was ook zo'n periode dat zo Counter-Strike opkwam, Call of Duty. Het, mensen begonnen thuis wat internet te krijgen. Hè. In het begin was het nog met internetcafés uh, die toen opkwamen. En dan geleidelijk aan ook thuis wat internet. En ja, steeds meer en meer begon ik mij af te het. thuis. Hè. Voor mij was dat... Terwijl veel van mijn vrienden begonnen uit te gaan, op café te gaan enzovoort. was voor mij ja, vaak lastig. Ik zat veel liever gewoon thuis. Uh, minder prikkels, minder volk, minder luide muziek. En, uh, en ja, heel veel uh, gaming in de plaats. Hè. En dus toen had ik wel het gevoel van: oké, okay, dat is niet echt gezond. Maar ik, ik, had, ik had altijd nog wel relatief oké okay punten. Hè. Weliswaar meestal op het laatste moment dat ik dan in gang schoot. En dan ben ik naar de hogeschool gegaan. Heb ik zoiets met computers gestudeerd, informatica enzovoort. Uh, dat was toen nog in Mechelen. En en daar is het echt wel heel extreem geworden. Hè? Ik, ik heb dan World of Warcraft leren kennen, voor uh, de kennis misschien. Van die periode, want dat is ongeveer rond ja, 20 jaar geleden uitgekomen. Hè? Ik ben nu 38, dus ook rond die periode dat ik zo heb gestudeerd. En, uh, en ja, al mijn vrije tijd ging daar naartoe. En dat was heel de tijd gamen en, uh, en niets anders dat ik nog bijna geïnteresseerd was. Ik had nog nauwelijks sociaal contacten buiten World of Warcraft, nog zo even vriend waar ik af en toe een keer mee afsprak. Maar dat, dat was eigenlijk uh, heel veel spelen. Uh, telkens er wel door geraken, wel eens waren mijn herexamens en dan op mijn naam, nadat ik was afgestudeerd, heb ik nog tien maanden thuis gezeten, dag en nacht zit ik in tot heel laat s'nachts, tegen de ochtend gaan slapen, rond de middag opstaan, een beetje cornflakes eten, en dan de rest van de dag gewoon verder spelen. Ja. Ja, mijn ouders die probeerden mij natuurlijk wat om te motiveren, van hé, hey, ga een keer wat werk gaan zoeken, ga ik iets gaan doen, ja. uh, ga naar buiten, ja ja, morgen, morgen, morgen zeg ik dan, maar daar komt natuurlijk nooit van. En dus zag ja, ik heel, uh, heel veel World of Warcraft daar dat ik in de plaats. En, ja, toen bestond die term gamerslaving nog niet, maar ik voelde wel maar ja, dat is niet echt gezond. Maar de rij zelf uitgeraakt was natuurlijk bijzonder lastig. En wat heeft jou als een breekpunt, want heel vaak, dat is het tragische, maar was bij elk het geval, dat je om een duur zo echt geconfronteerd wordt met die, laten we het noemen, lagere kant van jezelf, dat je om een duur ja, die spiegel wel reflecteert van. Ja, er zit meer potentieel in je, of je kan wel een nieuwe richting gaan, maar je blijft er maar opzij kijken. Was er dan iemand, of was er een bepaald moment dat je zei van oké, okay, dit, is, dit is te ver, of dit wil ik niet meer? Ja, bij mij was dat... Uh, maar ik heb een beetje, ja... Het is, het is niet zo dat ik... Eh, in Hollywoodfilms is het zo, geworden een dag wakker dat eh, je denkt van, ik ga iets van leven gaan maken. In de realiteit is dat vaak voor ons anders, dus ik was, ik was een dag thuis aan het spelen, zoals altijd. En plots viel de stroom uit. En dus in de hele straat was er een hele dag lang een stroompannen. En niks van toestellen werkte. En dus voor mij was dat echt wel. Ja, ik besefte al hoe afhankelijk ik geworden was van dat scherm voor heel veel dingen in mijn leven. Maar dan besefte ik ook van. Ja, heel mijn leven hangt er vanaf. Van dat internet, van die computer. Eh, van... Zelfs de tv werkte niet. Ja, ik had een, Play, uh, een geen PlayStation en een gameboy had ik. En, uh, en ja, dat was ook zo. Het enige dat mij. Uh, uh, dat ik daar nog even mee bezig was. Maar ja, dat tijdje was die batterij ook op. Dus ja, ik zat mijn hele dag thuis met veel. En ja, toen besefte ik hoe afhankelijk ik was van, mijn, van, van die toestellen. En dan ook rond diezelfde periode kreeg ik dan het refootje, toevallig, van iemand die op zoek was naar mensen om bij hem in de verkoop te gaan werken. Dat was deur aan deur Mobi's op te gaan verkopen. Of Orange is dat nu. Um, ja, ik durfde toen niet nee zeggen. Dus ik ben dan maar op dat gesprek gegaan. En dan zo, dat wat ingerold. En ja, dan begonnen, het was op zelfstandige basis, dus als ik niet, het was commissie dat we hadden betaald. Dus als ik niks verkocht, gingen ging ze me niks, ging, ging niks kosten. maar anders hadden we het, ik me had waarschijnlijk nooit aangenomen. Ik was een hele, hele, verlegen, hele verlegen jongen. Maar op dat moment was dat, hoe meer ziel, hoe meer vreugd. Het was zo 17, 18 jaar geleden. Toen was het ook nog zo ja, het wilde Westen, nog gebied van gsm-abonnementen en verzekeringen en alles en nog wat. En ik weet nog, ik, ik, ik belde aan bij mijn eerste deur, er kwamen mensen af en ik liep gewoon weg. Ja, dus toen ik weer: mijn eerste werkdag, ik heb niet echt heel verkocht. Maar gelukkig, ik heb niet opgegeven. Ik heb heel veel stug af van mijn collega's. van mijn een baas ook: en Verkopen voor kreeg ik van hem als boek. En zo, na een paar weken, vond de eerste verkopen te lukken. En dan gaf ik een enorme boost aan mezelf. Trouwens, van, hey, misschien kan ik iets anders goed zijn dan enkel in dat game. Ik ben me daar helemaal in gaan overtypen. Um, ja, een beetje obsessief zelf. Waar ik dan vroeger die focus had van hoe kan ik hier de beste worden in dat spel. Ik ben het nu gaan toepassen in mijn werk. En ja, na zo'n paar maanden begonnen was ik dan zelfs een van de topverkopers geworden van dat team. En dat was dus, ja, gigantisch verschil met al die maanden daarvoor. Uh, dat ik dan zo zo'n dag naast voor de of Warcraft aan het spelen was. En zo ben ik met Strong Ontwikkeling in contact gekomen. En dan heb van mijn 21 tot mijn 30 jaar heel veel aan mezelf gewerkt. Heel veel boeken beginnen lezen, seminaries beginnen volgen. Van Tony Robbins, van Carlo van der Velde, zo. Hè, van die uh, topsprekers, eigenlijk. Uh, over, over persoonlijke ontwikkeling in, in de wereld en ook in België. Ik um, ben daar helemaal in gaan verdiepen. En, uh, en ja, ook veel met sociale vaardigheden gaan werken. Hè. Ik ben dan Toastmasters gaan doen. Dat is ook zo'n organisatie waarin je dan kan oefenen aan je public speaking skills. Uh, dat ben ik ook uh, twee, drie jaar gaan doen. Heel bewust, eigenlijk, telkens stappen gaan zetten uit mijn comfortzone. Um, omdat ik voelde van, ja, dat dat is wel. Mij tegenhield in het leven, hè, zo die sociale angst en de vluchten in die online wereld vroeger. En ook jarenlang niet meer gegamed. Uh, ook niet echt veel met schermen bezig geweest in het algemeen. Um, maar dan wel zo een paar keer zo hervallen. Hè. Telkens dat er zo'n update uitkwam voor World of Warcraft. En, uh, en dan wat tegenslagen, een relatie die dan gestopt was. En... Um, op het werk, hè. ik ben een paar keer veranderd. Ik ben een tijdje zonnepanelen gaan verkopen, een tijdje websites gemaakt en verkocht. Dan op het einde was ik vastgoedmakelaar. En ja, dat de motivatie gewoon minder was. En uh, terug hervallen in dat game. Hè. En, en op een bepaald moment, hè, terug helemaal mee gaan daarin afzonderen. Toen op mijn appartement dan. En uh, op een bepaald moment was ik het zo beu dat ik gewoon alles heb buitengewoond. Ik heb uh, een half jaar mijn computer aan een vriend gegeven. Ik heb mijn internetabonnement opgezegd een half jaar lang. Uh, mijn gsm zelfs, mijn smartphone. Een week weggegeven van een vriend, echt zo van: al en bij alsjeblieft. En in een week kon ik hem terug ophalen. Uh, dat was dan helemaal op het einde van die zes maanden dat ik ook geen kopie van het internet had. En echt totaal digital detox, om, om, omdat ik besefte van hoe, uh, hoe een haat-liefdeverhouding dat ik had met die toestellen. Het is heel comfortabel, het was heel plezant, het gaf mij veel plezier. Maar tegelijk hield het mij ook enorm heel tegen om te groeien in het leven. En, en dat zie ik ook bij veel van de jongeren waar ik mee werk. Hè. Daar kom ik dan nog op terug. Maar, en dat heeft dan wel met de switch te maken van, oké, okay, ik had een loopbaanbegeleiding gevolgd, en ik ben dan gestart om daar ja, te gaan kijken, oké, okay, acht jaar geleden, hoe kan ik daar iets rond gaan doen? En dan zo eerst op mezelf begonnen, op mijn dertigste, en uh, ja, lezingen beginnen geven in scholen, scholen beginnen contacteren, en dat was nog voordat de termgeverslaging ook bestond, maar ja, uh, dat begon wel wel zo hier en daar wat op te duiken, en dan hebben ze mij een keer geïnterviewd in een krant, over mijn verhaal van gamerslaving. En zo ben ik ook met een paar ouders in contact beginnen komen. Hey, we zitten hier met een paar jonge gasten, een paar studenten, die echt series ja, serieus mislukken zijn door heel veel dat speel enzovoort. En zo ook beginnen te beseffen van hey, er is echt wel heel veel hulp hier rond nodig, en er bestaat nog gewoon heel weinig. En dan verder daar rond gaan, gaan werken. Op een bepaald moment ook iemand leren kennen waarom die psycholoog is en die net als mij ook wat vroeger wat moeite heeft gehad met dat game. Hey, op zijn manier dan. Uh, vooral met zijn thesis, en netwerken enzovoort als psycholoog. En, en dan samen vier jaar geleden Gamechanger opgestart en eigenlijk hebben we de kracht daar gebundeld. En sindsdien al heel veel getuigenissen gegeven in school, infohaven voor ouders, vormingen, voor hulpverleners gegeven ook heel vaak. In een boekgame game over is uitgekomen, sinds kort ook dat magazine level up. Een TED talk gegeven, een TEDx talk in, in Antwerpen, twee, drie jaar, een paar jaar geleden um, En dan uh, met ja, een paar honderd gezinnen gewerkt hè, de voorbije jaren. Uh, meestal ouders die ons contacteren, bijna altijd <laughs> ouders die ons contacteren, die bezorgd zijn, meestal hun zonen, soms ook dochters, maar toch heel veel zonen, die moeite hebben met hun game gebruik. En uh, het van maar heel veel dat gamen ook vooral. En uh, van alle leeftijden, van 10, dat begint wel op 10, 11 jaar tot 20, 25, soms 30 jaar oud, soms ook ouders, soms echt volwassenen, soms ook volwassenen die ons contacteren, steeds meer en meer. Ik voel dat in de toekomst ook steeds meer gaat worden, omdat dat echt ja. Uh, ja, ik denk, ik denk dus als ik even bekijk in die periode ook, en we ja, lijken oude rotten, toen Half-Life opkwam en toen kwamen er allerlei mods om online te spelen. Ik zie wel ook een link aan de gebrek van sociale connectie, gebrek aan gemeenschap, aan zich echt thuis voelen. Misschien is de thuissituatie niet echt ideaal. En dan heb je dus online dat A. je voelt je lid van een klan, je voelt je thuis, je kan jezelf zijn, en B. Ja, je gaat vooruit in de game, he? je boekt resultaat in de game. Je krijgt punten ervoor dat die twee dingen van validatie, erkenning en dan ergens thuis voelen, die geborgenheid, wel iets is dat vaak een gebrek is in het echte leven. En dat dan digitaal wel voor een stuk ingevuld wordt vanwege die diepe nood. Ja, het is een vlucht. Dus we vluchten weg van de werk. Dat is bij elke verslaving zo. Je, je vlucht weg van iets in het echte leven waar je, of de offline-wereld, waar je het dan moeilijk mee hebt. Dat kan. Dat kan van alles zijn, hè. op sociaal vlak dat je het lastig hebt, misschien zijn de studies te moeilijk, misschien is er thuis veel discussies, veel gevechten, veel een, een scheiding eventueel, misschien iets van ziekte in de familie, uh, dat, kan, dat kunnen heel veel verschillende dingen zijn, uh, trauma enzovoort. Uh, en, en, en ja, deze doelgroep van jongeren, want het is vaak dezelfde doelgroep die we zien terugkomen, hè. zo gasten met autisme of die in die richting gaan, hè. wat moet ik met sociaal contact, die ook, uh, soms ook redelijk intelligent zijn, soms ook hoogbegaafd, soms ook hoogsensitief. ADHD komen we ook heel veel tegen. Uh, maar vooral zeker dat autisme en, en ADHD, dat zijn echt zo twee dingen die we heel veel zien terugkomen. Of jongens die toch in die richting gaan. Hè? Misschien dat ze het niet hebben, maar toch zo in de buurt komen. En, uh, maar introverte, intelligente jongens, dat is echt zo'n de deelbroek. En als die in contact komen met die games, is dat gewoon dat is zo leuk. Dat vult er zoveel van hun behoeften in, dat niks daar eigenlijk nog tegenop kan. En, en als jij als ouder. Ja, maar dan gaan we dat wel. Hè, als je als ouder daar, daar niet goed mee om weet te gaan, als je daar niet die grenzen in kunt stellen, als je daar niet die, die juiste communicatiemanieren voor hanteert, hè, die voor hun nodig is, dan leidt dat heel snel tot discussies, tot problemen, tot frustraties. En dan is dat eigenlijk een soort van neerwaartse spiraal waar ze in belanden, waarin dat de schoolrapporten schoolrapport achteruit beginnen, schoolresultaten achteruit gaan, sociale contacten verwateren, gezondheid achteruit gaat en ze steeds meer en meer in die. Online wereld verzeild raken en hoe wow, oud dat wordt, natuurlijk, hoe moeilijker dat het is om dat om te buigen. Um, ja. Dus hij is voor. Ja, dus ik, ik had onlangs een gesprek met een vriend van mij en dat ik denk van ja, omdat ja, mensen die introvert zijn of uh, niet assertief genoeg zijn om vrouwen aan te spreken, die isoleren zich. En als je dan de hele tijd aan het gamen was of je zit dan de zitten te isoleren tijdens je studententijd, dat ik mezelf echt afvroeg: van moest ik met de kennis die ik nu heb, Socialer geweest zijn. En in die studententijd meer buiten gaan en meer met de andere seksen contact hebben. En ik zo minder moeite gehad hebben en ik zo een grotere sociale kring ontwikkeld heb. Ja, dat is. Dat is ik had ook vaak gezegd gevoel. Nu, het is wat het is, hè, uiteindelijk. Uh, ik heb het dan wel weten ombuigen door, door wel dan heel veel aan mijn communicatie te werken tussen mijn dus. 25 tot 30 jaar. Daar echt, hè, ik heb ook salsa dansen gedaan, improvisatietheater, Cloud Rezel, zo echt alles. Uit mijn comfortzone, dat extreem soms wel, maar goed. We, uh, heel veel sociale activiteiten, maar ja, dat is vaak uh, lastig en dat je, soms moeilijk voor die gasten om dat in te zien. Hè? Dus heel veel ouders hebben zoiets van: kunnen jij een keer met mijn zoon niet praten? Wat kunnen jij hem niet overtuigen hè, dat hij niet goed bezig is enzovoort? En nu, oké, okay, dat zijn dingen die wel helpen natuurlijk: een keer mijn verhaal horen en weer aan de slag gaan. Maar uh, het is ook heel veel dat ik zeg van: ja, maar. Uh, het zou ook heel belangrijk zijn om met die omgeving te werken, met jullie als ouder te gaan werken, omdat je, kijk, om te kijken hoe we een omgeving creëren dat voor hem, hem meer helpt om echt te groeien in het leven in plaats van zich te moeten terugtrekken naar die online wereld. En um, uh, ja, uh, ja, om hen te helpen. Weet je wat dat interessant is wat dat jij zegt? Wat ik, dan, ik denk soms dat ik uh, um, high-functioning autisme heb, wat dat een beetje bij Asperger aanleunt. En een van die dingen dat wel een soort kenmerk erin zijn is een soort obsessief gedrag. Dus dat zie je ook soms, dat, ik was dat ook zo van, gamen obsessief, zelfontwikkeling obsessief, niet reizen, obsessief reizen, zo, alles of niks mentaliteit. Is dat een kenmerk dat ook vaak bij die soort doelgroep dat jij mee werd voorkomt, dit soort obsessief heel, gedrag? Ik heb dat ook, hè. ik begin dan met iets en ben ik er dag nog mee bezig, dat wordt de ergernis van iedereen anders. Um, en of die de rest soms uit het oog, um, en maar dat is bij die gasten ook zo het geval, dat is, die gaan er helemaal in op in, in een game, dan gaan ze er alles over opzoeken, worden heel goed in, op heel veel koste tijd. Maar dan hebben ze hun doel behaald. Of dan is het zo. Hè. De volgende stap is dan. Natuurlijk. Zoveel uren. En dan, dan zien ze dan ook weer niet zitten. Maar ja, dat is ook. En dat is ook zo typisch. voor bij autisme. dat dus. heel veel met treintjes kunnen bezig zijn. Of Lego. Of stretch lezen. Maar dat kan ook heel veel games zijn. En, en ja, wat is natuurlijk het verschil tussen Lego en, en games? Is ja, die games zijn natuurlijk. Nog veel, dat is nog veel meer mogelijk. En nog veel meer uitdagingen. En nog veel meer. Ik kan maar iedereen spelen. Van over heel de wereld. En. En, 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 en als je dan een keer uitlogt en je stopt dan met spelen, dan sturen je berichtjes van hé, kom terug, we missen nu. Dat is natuurlijk gewoon anders met een boek die je neerlegt. Ja, die ligt daar gewoon, hè. die doet niks. En die is niet geoptimaliseerd door teams van honderden en van duizenden programmeurs en marketeers en gedragspsychologen die elke dag zitten na te denken, hoe kunnen we onze spelers zo leuk bobbelig maken, tussen de mensen die van ons spelen, en niet de van de concurrentie. En dat is, dat is wat heel veel ouders en heel veel gamers zelf ook onderschatten, hoe goed dat die ontwikkeld zijn en hoe, hoe hulpeloos ze eigenlijk zijn om, om daar alleen tegenop te gaan. Hè. Want we denken dat hun zelfdiscipline dan he, vol, moet volstaan, maar dat is, die dragen sterker dan jezelf En heel veel gezinnen onderschatten dat. En, en dat leidt dan tot problemen. He. Ik heb ook liggen denken vroeger met uh, een vriend van mij, van hoe belangrijk eigenlijk om in het leven succesvol te zijn, ook sport is. Want heel veel bekende mensen die we zien, die waren vroeger soms competitief met sport. Maar als je echt lid bent van een, een fysieke club, fysieke sport, ja... Je leert assertief zijn, je leert communiceren, je bent deel van een groep, je voelt competent omdat je beter wordt in een skill. Je ziet er dan aantrekkelijk uit omdat je je gezondheid niet verwaarloost. Dus dat is ook bij mij niet zo gebeurd tussen mijn 12 en mijn 18. Maar ja, ik zie soms meer en meer ja, naar e-sports opschuiven en digitaal opschuiven. Maar zo'n fysieke sport of iemand deel laten zijn van een gemeenschap, dat lijkt me toch wel heel belangrijk qua ontwikkeling. Want het, het cultiveert wel veel waarden die ook belangrijk zijn na je adolescentie. Absoluut. Nu, het, 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 de uitdaging bij jonge, uh, jongeren is vaak, en dat is ook heel begrijpelijk, is ja, dat ze natuurlijk nog geen goed besef hebben van wat al later in het leven nog van pas gaat kunnen komen. Dus ze zijn heel korte termijn dat ze denken: nee, wat geeft mij nu plezier, wat geeft mij nu verbod? En dan is dat heel begrijpelijk dat een keer een avond op je gsm swipe, of wat tv kijken, of wat gamen natuurlijk. Leuker is dan eventueel beginnen met huiswerk te maken anderen, of, of af te spreken, zeker als dat een beetje uit hun comfortzone is. En, um, en wat, wat ik ook heel, heel vaak tegen, tegen die gasten en hun ouders met uitleggen is: van, ja, ze denken zoiets van, ja, maar ik heb, ik heb niet veel behoefte aan sociaal contact. Hè. Voor mij hoeft dat niet allemaal niet, die vrienden. Ik heb genoeg van mijn online vrienden, hè, of, of zowel vrienden van school, die ze dan online mee afspreken. Maar wat ze vergeten is: de wereld staat niet stil. De wereld blijft doordraaien. En, en als jij niet actief op zoek gaat naar nieuwe vrienden, naar nieuwe hobby's, en daar initiatieven in neemt, wat voor hen ook heel vaak moeilijk is, dan zegt een van de dingen dat. We vaak lange termijn ontwerpen te is, dus die zelfstandigheid, die maturiteit, die, die, die leiderschap in hun leven te gaan opbouwen in plaats van dat ze gewoon doen wat anderen van hen verwachten en zeggen, dat ze ook zelf initiatief gaan nemen, dat ze zelf gaan zeggen van hé, hey, ik heb er wel moeite met mijn studies, ik ga me eens vragen of ik een studiecoach kan krijgen, hé, hey, ik heb nog niets gepland van het weekend, ik ga een keer online zien wat er voor nodige activiteiten dat er zijn, ik ga berichtjes sturen naar wat vrienden om een keer af te spreken. Voor hen, dat doen ze soms ook wel zo wat executieve, executieve, executieve functies hè, zo dat organiseren, Jezelf leren organiseren, dat is vaak een vaardigheid die heel moeilijk is bij die doren. Impulscontrole, een En Maar als ze dat niet leren als ze jong zijn, wordt dat later nog veel moeilijker. En wat er gebeurt, wat ik al heel veel heb zien gebeuren, dat is een voordeel dat ik heb door echt met heel veel verschillende leeftijden gewerkt te hebben, is dat dus één voor één valt dat weg. Die vrienden, dat wordt steeds minder en minder en minder. Op een bepaald moment zijn ze, en bij mij was dat ook zo, ik was 21 jaar. Allerlei leeftijdsgroten, die, waren ondertussen, die hadden, die hadden die meestal al een relatie. Die begon al samen te wonen, kinderen te krijgen, uit het huis te gaan, eh, uh, uh, trouwen, carrière te maken. En ik zat nog altijd bij de mama en papa op mijn kamer elke dag na de game. En dus steeds meer en meer raken die geïsoleerd en raken ze in de problemen. En, en, en dan is het eigenlijk wel echt een probleem om de duur. Uh, maar dat is iets dat ze nog niet zien op een 12, 13 jaar, als ze nog, eh, nog redelijk goede punten hebben voor school. En oké, okay, wat maakt het uit dat enkel game mijn hobby is, of misschien heb ze nog één hobby. Maar dat zijn allemaal dingen dat gebeurt zo heel redelijk aan. slapen is niet zoiets van op twee dagen. Hè. Dat is iets dat jaren duurt. En als we daar vroeg bij zijn, is er eigenlijk heel veel mogelijk op een paar gesprekken tijd. Dat kan veranderen. Hoe later, hoe langer dat die trekt te zijn. Het nou, is altijd zeker niet onmogelijk. Maar, maar dat, dat is altijd zoiets heel stapsgewijs dat evolueert. En voor hen is dat helemaal ook om in te schatten. je krijgt hetzelfde met een diploma. Hè. Zo van, ja, ouders willen graag dat hun kinderen beter studeren. Maar ja, wanneer beseft je de waarde van een diploma? Dat is het moment dat je een, 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 een interimkantoor of, of een bedrijf binnenstapt en zegt: Van ja, ik zoek werk. En zij zeggen: Waar is je diploma? En je zegt: Ja, ik heb er geen. Dan zeggen zij: Ja, we hebben geen werk voor u. Dat is het moment dat dat echt binnenkomt: van ja, oei, tjie, misschien was dat toch wel belangrijk in de diploma. Maar tot dat punt moeten ze gewoon afgaan op alles dat iedereen tegen hen gezegd heeft of bij je 18 jaar: van ja, ik moet een diploma halen, ik moet een diploma halen. Maar je weet, die, gaan straks, die gaan daarna naar boven, die gaan op een kamer. En die krijgen van dat spel constant te horen van jij zet de held en jij redt de prinses en jij hebt de wereld gezet van de ondergang en hè, op één luke tijd hebben die honderd keer aliens uitgeschakeld en bom -bom ontwanteld en terroristen uitgeschakeld en dan komt de af mij doe je doe je les, of doe je geschiedenisles of je uh, nee, nee, nog een zodat omdat hij in tien jaar je een beloning gaat geven namelijk beter werk en dat is zo ver weg voor die gasten hè tien, tien jaar ik denk je 100 miljoen jaar zijn dus voor is dat zo ver weg dat is heel moeilijk om dat in te schatten dus eigenlijk moeten wij als ouder Nee, of als begeleider of wat dan ook, eigenlijk een beetje hun gezond verstand gaan spelen. Want als we op hen gaan rekenen, zeker als we daar veel in die online wereld verknocht zijn, ja, dan kunnen we heel lang wachten. En als we als wachten totdat ze het zelf beseffen en zelf daar actie in gaan ondernemen, ja, dan zijn ze misschien al 20 of 25 of ouder zelf. Dan, is natuurlijk, uh, dan zijn we verder. Als, we nu, als ik nu als advocaat van de duivel speel en ik ben Tim en ik ben 14 jaar, dan zeg ik van, uh, Matthias, toch, kijk, wat maakt dat nu uit? Of dat ik nu drie uur aan een stuk lig te gamen, als ik mijn studies maar gedaan heb, wat moet ik anders doen? Drie uur naar de tv kijken, waar dat er niets op de tv is, dat is toch ook niet de oplossing? Ja, dat snap ik. Wel, kijk, okay. uh, we gaan samen kijken hoe dat we andere activiteiten kunnen inbouwen, nee, zoals iets van sport eventueel, dat kan zijn afspreken met vrienden, dat kan zijn meedoen met de familieavond, ja, dat we één keer in de week een schermvrij familieavond hebben. Dat kan hij zeggen, maar ik zie dat niet zitten. Dan zeg ik oké, okay. ja, ik ga met je ouders spreken ja, en we gaan zorgen dat dat gebeurt. Nu, je kunt niet iemand verplichten om die dingen te gaan doen, maar je kunt wel verdomd saai maken thuis. Dus als ouder kunt wel zeggen van oké, okay, kijk, vanaf nu één avond in de week gaan we alle schermen uitzetten gedurende drie uur. En we gaan samen koken, we gaan samen eten, we gaan een bordspel spelen en je kunt er aan meedoen. Of je kunt naar het plafond staren. Hm? En als hij zegt, ja, ik vind dat stom en dat ligt mij niet, ja, oké, okay, pech. Hm? Dus allee, ik, weet niet, ik zeg hier versch verschillende dingen, hè, maar enerzijds, we zouden zo'n lang gesprek kunnen hebben hè, met een gast van 14 en natuurlijk probeer ik dat dan uit te leggen, van, ja, later in het leven gaat dat belangrijk zijn. Maar soms moeten ovo ook gewoon kunnen concluderen: van, hij is gewoon of te jong. Hij is gewoon of te jong dat te beseffen. En als we wachten tot hij zegt, yes, matches, we gaan daarvoor. Dan kunnen we nog lang wachten. Hè. Soms zie ik zo ouders die er dan komen met hun zoon. En ik zeg, oké, okay, gaan we hier mee aan de slag gaan. Hè? Gaan we hier werk van maken. We gaan hier stappen in gaan zetten. En dan gaan we natuurlijk een beetje uit zijn comfortzone gaan zijn. En dan kijken die ouders naar hun zoon. En dan meestal zegt die zoon van, ja, om jullie te plezieren. Dus uh, eigenlijk is dat al heel positief. Hè? Maar dat is een beetje die puberteit. Dat ego, dat natuurlijk, dat moeilijk toelaat. Om te gaan zeggen van, oh ja, maar well, joepie, wat gaan we daarvan doen. Ja, dat heb ik nog nooit, nog nooit iemand zien doen. Hè? Dus dat gaat nooit gebeuren. Uh, dat is heel onwaarschijnlijk. Um, dat ego zit er natuurlijk vaak tussen, en die puberteit. Dus dat is heel normaal, zo van die reacties van, ja, ja, als het moet, hè? als het toch niet anders kan. Eigenlijk hebben ze zich erbij neergelegd, en dan is dat eigenlijk al positief. Meer moeten we niet vragen, dat is oké. Okay, maar dus heel veel ouders die hangen dus zo'n beslissing af van hun kind. Een kind van 14 jaar, die hun hersenen zijn nog niet ontwikkeld. Hè? Dat duurt tot je 25ste levensjaar, hoe hun je hersenen min of meer ontwikkeld zijn. En zelfs dan, bij sommige dat nog wel langer. En natuurlijk, je hersenen zijn constant in, in verandering, dat is hele leven lang. Maar de eerste 25 levensjaren is dat toch heel veel aan het groeien en aan het veranderen. En bij hun, ja, je kunt niet van een kind verwachten dat hij zinnige beslissingen gaat nemen. Je kunt hem wel betrekken daarin. Maar uiteindelijk moet hij als ouder zeggen van kijk, dit en dat gaan zijn. Punt einde aan dan de lijn. Ja. We gaan die grenzen gaan stellen. We gaan de niet stellen op internettijd en op schermtijd. En naarmate dat je daar op een volwassen manier mee om kunt gaan en dat je genoeg andere dingen in je leven en in je week inplant. Kunnen we daarin vertrouwen en kunnen we dat steeds meer en meer bos laten tot het punt waarin dat, dat ze daar volledig voor voor zelfstandig mee om kunnen gaan. En bij het doel van opvoeding is ook um, iemand naar een volwaardig, iemand een volwaardig zelfstandig individu van de maatschappij laten zijn. Niet je kind gelukkig maken, of hem plezieren, of vriend zijn van je kind, hoeveel ouders die vriend proberen te zijn van uw kind. Nee, daar heeft nog 7 miljard mensen om vriend mee te zijn. Maar hij heeft maar één moeder en één vader. Of twee moeders of twee vaders tegenwoordig gaat, kan een beetje van alles zijn. Maar, maar en, en die, en, en dat is uw rol, hè, om, 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 om die grenzen te gaan stellen en hem te gaan coachen naar een, een goed evenwichtig leven, uh, waar dat er op verschillende gebieden wordt ingezet. En, uh, en dat is niet altijd zo leuk, maar dat is wel heel belangrijk. En een schermtijd, een grens daarin is heel belangrijk. Ik vind het interessant dat jij ook schermtijd zegt, Want je zou kunnen zeggen game-tijd, nee, je zegt schermtijd. Hoe heb jij, je tot ondertussen al acht jaar, we zijn begonnen bij de Facebook-generatie, en dan wifi, bluetooth, en nu met artificiële intelligentie. Eigenlijk is het ook een probleem met schermtijd, zoals je zegt. Want ook volwassenen spenderen enorm veel tijd aan de telefoon met de scrollen, en je hebt om het duur geen connectie meer met de mensen die in je buurt zijn, dus je staart dan liever naar het scherm, want je kijkt niet meer naar elkaar. Ja, als volwassenen is het natuurlijk ook, voor heel veel volwassenen is het moeilijk, dat voor een kind dan nog in ontwikkeling is. Het is gewoon heel aantrekkelijk en daar afstand van nemen is geen last. Er zijn heel wat trucjes, eigenlijk, like schermtijd voor jezelf instellen. Ik heb ook mijn GSM bijvoorbeeld ook grijswaarden ingesteld, dat dat dan zwart-wit is, dat dat ook niet zo aantrekkelijk is om daar veel tijd op te spenderen. Ik heb ook al geëxperimenteerd vroeger met limieten, waarom bepaald uur straks dat uitvalt enzovoort. Nu ik zeg het, voor de meeste mensen, is dat is dan, je kan daar goed mee omgaan. Maar als je van jezelf weet, van oké, okay, dat is wel lastig, dan kan er geen kwaad zijn om af en toe een keer een detox in te lassen of, of van die schermvrije momenten in te gaan, in te gaan plannen. En dat is ook één van, in mijn boek heb ik eigenlijk zo vier stappen uh, voor, ja, zo rond, voor ouders en op opvoeders. Um, we hebben het gehad over grenzen en, en coachen naar een andere, een andere wereld. Maar daarvoor is eigenlijk nog interesse te tonen. Hè. Probeer die wereld een beetje te begrijpen. Hè, want vaak is dat ook een beetje ja, ongekend, rondom. Ze begrijpen niet die games, veel ouders, veel moeders zeker. Van, uh, wat is dat, een beetje schieten hè, op dat scherm en dit en dat. En ja, dan is dat natuurlijk makkelijk dat... Ja, dat die connectie om den duur een beetje verloren gaat, die in een band om den duur wat lastig begint te worden. Als ze echt het gevoel hebben dat je probeert interesse te tonen, of daar wel over te praten. Als ouderen, natuurlijk, een stuk moeilijker om dan dan eens dan over gaan beginnen, maar het is nu al mogelijk. Maar dus interesse tonen, grenzen stellen, gemeld, vooruitgang maken in het leven, op die verschillende levensdomeinen, En dan de vierde stap is dus hetzelfde goede voorbeeld geven. Ik heb zeven, acht jaar ongeveer niet meer uh, gespeeld. En ik vraag me altijd af: ik ben nu een beetje aan het worstelen. Hè, want als ik iets zou kopen, dan zou ik waarschijnlijk uh, de PlayStation kopen. Omdat mensen echt zeggen dat Red Dead Redemption een fantastisch soort game is om rond te lopen. Ik vraag me altijd af, en ik denk van niet, eigenlijk moest ik nu terug beginnen gamen. Denk ik wel, omdat ik minder obsessief en meer andere. Facetten van mijn leven ontwikkeld heb, dat ik het wel een plek kan geven? Of is het zo, zoals een alcoholieker die ook al heeft hij zichzelf ontwikkeld, als hij dan terug begint te drinken, dat je dan terug in die wereld gezogen wordt? Als je er vroeger echt problemen mee had zat, gamen? Ja, mijn leven was gamen toen. Ik had geen sociaal leven, ik was maagd, ik ging niet buiten, ik zat maar te blowen en dan twee, drie uur te spelen. Ik was een klanleider, ik schreef klanreports, ik regelde de trainingen tot mijn 18, 19e, 20e. En dan, misschien is dit herkenbaar voor sommige luisteraars, toen was er een meisje dat ik ontrekkelijk vond. Weet je, voor een stuk wil je ja, bevestiging en wil je uh, er echt toe doen. En in je game heb je dat dan met punten. Maar als je toont van, hé, hey, ik heb hier een leuk meisje dat mij geïnteresseerd, dan heb ik die, dat obsessieve gestoken in uh, eerst uh, naar de gym gaan en 50 kilogram afvallen in twee maanden. En dan ja. heel veel geleerd over vrouwelijkheid, mannelijkheid en uh, verleiding. En toen is mijn aandacht en interesse wel daar naartoe te gaan. Omdat ik wel voelde van, hier ga ik vooruit, heb ik meer controle. En dan ja. heb ik eigenlijk nu ondertussen bijna al meer dan twaalf ja, jaar games achter mij gelaten. Maar dat ja. was mijn wereld wel op dat moment. Dat was mijn wereld. En als ze in het weekend vragen van, kom, gaan we weg, en is feesten, en is vrouwen dan spreken, is van, nee, nee, ik kan niet, uh, ik heb een klein boer. En bij jou is dan op een bepaald moment die... Die hormonen beginnen inkikken en dan die opportuniteit van daar iets mee te gaan doen. Dus, uh, dat, ik vanzelf, dat is een gezonde normale evolutie voor uh, een tiener. Uh, en dat is hoe dat een beetje hoort te zijn. Hè? En dat is ook hoe dat de meesten ermee omgaan, is, en zeker op de leeftijd van 12, 13, 14 jaar, is dat gamen natuurlijk nog wat populairder. Maar naarmate ze ouder worden, dan gaat dat bij 97% gaat dat eigenlijk weg, dat blijft misschien nog een klein beetje in de achtergrond als hobby, maar voor de meeste gaat het weg maar bij die 3% wordt dat echt steeds meer iets waar ze zich in gaan isoleren en dat dan jarenlang in feite en echt heel lang als het niet op tegenhoud of gestopt of zo. dus um, nu om, om niet te gaan op die vraag is dat nu een gevaar of niet en voor dat de ik naar kijkers, het heeft heel veel te maken met hoe groot dat die periode geweest is in je leven waarmee je daar echt heel excessief mee bezig zijn geweest dus ik weet voor mij, dat is echt een groot deel van mijn jeugd geweest. Uh, van mijn, laten we zeggen wel mijn 14, 15, 15 jaar tot mijn 21, 21 jaar. Dat heel, ja, later. ik weet nog, Matthias, voor de, de dinosaurusluisteraars, dat was nog met de modem, met die krakende geluiden. En dat, dat, dan kwam internet op en in de modem. Dus uh, ga gerust met je verhaal verder en een bedenking die ik ook had van, ja, waarschijnlijk beginnen nu mensen ook wel vroeger te gamen, misschien 11, 12 jaar. Eigenlijk was internet gamen en klein gamen ja. Pas ontstaan als je veertien was, dacht ik. Ja. En dus, je hebt zo verschillende onderzoeken en, en, rond verslaving en zo. En, en, en ook die aanwijzen: van, ja, je hersenbanen veranderen. Op het moment dat je zo met iets in contact komt, dat dan op een duur echt een probleemantwoord is. Dat kan, ook, dat kan gedrag zijn, gelijk gamen of fokken. Maar dat kan ook iets zijn, gelijk alcohol of drugs. En eens dat dat, als dat voor een heel groot deel in een je jeugd, waar ik het persoonlijk vind waar we onze gewoontes vastleggen, een beetje voor de rest van ons leven, hè? van hoe ga ik om met stress? Ja, dat is vaak de dingen die we in onze jeugd hebben ervaren. Hè? Dus mijn manier om met stress om gaan vroeger was, uh, ik trek me terug op mijn kamer, ik speel spelletjes en ik eet koekjes en chips. Hè? Dat was mijn manier om met stress om te gaan. Was dat gezond? Natuurlijk niet. Maar dat was, ik wist niet beter. Hm? Dus nu, als ik me slecht voel en ik heb wat teleurstelling, wat is mijn, wat is mijn neiging, laat ik het zo zeggen, is, ik trek mij terug achter mijn wereld, ik wil mij een beetje weer stoppen achter mijn computer en uh, ik, ik laat alle rest vallen en ik eet ongezonde dingen. Dat is mijn, ik ben er bewust van. Ik wil niet zeggen dat ik het ga doen, maar dat ben ik ben er bewust van en het, in goede momenten kan ik daar op weer staan. In iets moeilijkere momenten is dat iets lastiger. Dat is mijn valkuil. Maar ik ga nooit alcohol beginnen drinken, ik ga nooit drugs, pakken. Ik heb dat heb ik ook nooit in mijn leven gedaan. Waarom? Omdat ik daar gewoon in mijn jeugd heel weinig mee in contact ben gekomen. Dus iemand die dat al 5, 6, 7 jaar echt geen pro hele probleem mee heeft gehad. Ik weet dat dat voor mij een goed punt is. Dus ik ben daar heel bewust van. Hè. Ik probeer, ik, als ik spelletjes speel, soms is dat maanden of jaren niet, maar als ik speel is dat vaak zo van die singleplayer spelletjes, of dingen die ik gewoon op mezelf kan spelen, waar er weinig competitie is. Uh, want ik werk, als we van die online competitieve spelletjes, zeker dingen ik like World of Warcraft, van die rollenspel, ik ga er helemaal in op. Uh, dus als ik spelletjes speel, zijn dat vooral spelletjes van vroeger, hè, die dan zo'n update krijgen, of zo. Uh, of, of, uh, zo nieuws, dus dat, is, dat is vaak zo met seizoenen, hè? dat is dan zo'n nieuw seizoen op start. Uh, elke drie maanden en dan speel ik zoiets dat weekendje en dan is het weer gedaan. En dan heb ik het weer gehad voor de drie maanden. Dus voor mij dat is plezant. Het is zo productief dat weekendje, maar ik geniet er wel van. En ik kan dat nu ondertussen ook wel veel beter beheersen. Ik ben er ook natuurlijk wel wat, ja. um, um, wat in geëvolueerd ook als persoon door er heel veel over na te denken en erover te schrijven en, en erover te werken met mensen. Um, maar ik ben wel heel bewust in, 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 in waar, ik, waar ik speel en waar ik doe. En er zijn ook periodes dat ik gewoon bewust spelers niet installeer. Want ik weet als ik daarmee begin, dat ik er te veel in, in opga. Maar dat heeft heel veel te maken met hoe dat ik me voel op de rest van mijn leven. Hè. Als dit moment dat ik hervallen ben, was dat telkens heel veel tegenslagen, wat moeilijkheden. Dat zijn altijd momenten dat ik moet opletten. Natuurlijk, als alles goed gaat in je leven, is er niet ieder de hand. Hè. Dan kun je die games me ook niet schelen. Maar het leven is zelden zo. Hè. Het is altijd een beetje zo. En um, uh, ja. Dat hmm. Hoe herken je als ouder dat de tekenen zijn van gameverslaving? Ja, elke ouder zal misschien zeggen: hij, hij studeert wel te weinig en hij gamet wel te veel. Maar wat zijn de vroege tekenen dat je kan herkennen van gamerverslaving als ouder in vergelijking met een oké okay of een normale manier van gamen? Oh, ik zou zeggen: Een van de, een van de grotere is echt dat als je, als je merkt dat uh, andere activiteiten beginnen weg te vallen, hobby's vallen weg, sociale contacten vallen weg. Uh, heel kwaad worden als we moeten stoppen met te spelen of als we aan het verliezen zetten in die spelletjes dat zijn toch signalen voor mij dat we echt moeten opletten uh, zolang dat ze nog die andere activiteiten graag doen en veel doen en ze hebben een veel, heel gevarieerd leven met veel leuke, activi leuke activiteiten ze helpen mee thuis, ze doen van alles en nog wat met zichzelf grootste, dan zorg ik mijn persoonlijk niet om Soms hebben, maken vroeger had ik soms al die zeggen oei, oei mijn zoon is staat, en ik zeg ja wat is, wat is de situatie ja, telkens dat, dat, kom, dat ze moeten komen eten, uh, dan zijn ze altijd tien minuten later laat omdat ze even een spelletje moeten uitspelen. Ik zeg ja, proficiat, een normaal gezonde puntje. <laughs> dat is niet te dat is gewoon pubertijd een beetje en ook niet goed duidelijke afspraken. In zo'n geval helpt het om af te spreken wanneer ze geen potje meer starten en geen straaltje meer opstarten. Als je weet dat dat twintig minuten duurt, ja, spreek dat niet af om zes uur moeten stoppen, ze zeggen dan in ieder om 20 voor zes beginnen die geen nieuwe potje weer en dan hebben ze in principe altijd om zes uur gedaan. En als ze dan toch nog om zes uur bezig zijn, wil dat dan zeggen dat ze misschien toch nog een nieuw potje hebben opgestart en dat je natuurlijk maatregelen kunt nemen. Dus, en ook samenwerken rond, oké okay, wat kunnen we dan doen, stel dat je wat vroeger gedaan hebt, je doet wel kijken op YouTube of zo. Ja, zo van die zaken, als ze daar jong mee beginnen, dan leren ze daar wel beter mee om te gaan. Dat is soms gewoon wel lastig, die spelken zijn gewoon heel goed ontwikkeld, dus dat is begrijpelijk dat dat voor sommigen wel lastig is. Maar als ze nog heel veel andere activiteiten hebben, even afspreken met vrienden, buiten komen en andere zaken doen, dan zou ik persoonlijk daar mij niet te druk in te maken. Maar als ze zich echt beginnen isoleren, dan zou ik wel rustig worden en dan zou ik ook persoonlijk helpen. je ja. hoeft dit niet helemaal zelf te doen. Hè. Hoe, als... als jij lezingen geeft op school, hoe reageren die scholieren zelf eigenlijk op je boodschap? Lachen ze dat maar wat weg of, of knippen hoe ze ook eens als je wat voorbeelden aanhaalt? Of wat zijn eigenlijk de, de reacties meestal? Eerst Goed. en misschien achteraf. Uh, ja, in het begin probeer we dat wel wat natuurlijk, natuurlijk luchten te houden. Hè. Wie ging er van jullie hè? veel handen gaan in de lucht? Hè? Wie heeft er dat gespeeld? Dat spelje, zo het kenbaarheid creëren. Maar dan natuurlijk ja, hun spel, Want mijn spel van vroeger, die er nog veel van ondertussen. Maar ik koppel dat wel. Hè? Ik zeg hè, zo zag ja. toen zo, hè? Nee, hè? en nu is het anders. Dus dat is wel tof. Um, maar ik vertel ook mijn vrouw, dat was er heel geleidelijk aan geëvolueerd is. En ik weet. In elke zaal waar ik kom, he, is er nu 100, 120 man, maakt niet uit, in elke zaal zijn er al een paar gasten die versuft achterblijven. En, die, en dan weet ik, die heb ik geraakt. En dan is mijn missie, dan is eigenlijk mijn, 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 mijn lezing al een succes geweest. Ik weet ook, de meeste gasten die daar zitten, zeker de meisjes die ook weinig met games bezig zijn, maar ook heel veel gasten zijn daar sowieso al het ding geïnteresseerd, of zijn ook met veel andere dingen bezig, die gaan nooit in games staat Die gaan misschien andere uitdagingen hebben in het leven, dat kan, mogelijk, maar maar die doorgroep dat ik het juist over had, die 3%, die er echt gevoelig voor is. Dat zijn ook vaak de gasten die ik niet hoor, die niet hun hand opsteken als ik vragen stel, hè, die zitten daar gewoon zo'n beetje dus, eh, zo, hè, zo schampelijk bij. Van oei, dat is precies mijn verhaal. En dan weet ik, daar heb ik een impact gemaakt. En als die dan naar huis gaan en al iets sneller zeggen van oké, ik ga eerst mijn huiswerk doen in plaats van de game. Of ga ik een keer toch even mijn moeder helpen met dan afval of iets anders. Of ik, ik ga toch die baskettraining niet annuleren voor de zoveelste keer, en Ik ga toch gaan. En zo beginnen ze op jonge leeftijd, hè, meestal 32 middelbaar dat ik voor gaan spreken, als ze dat gaan doen, dan is eigenlijk mijn lezing al geslaagd. Hm. Dus, dus dan zijn we er eigenlijk nog vroeg bij en dan kunnen we nog daar een verschil in gaan creëren. Uh, dus, dus dat is zo. De, voor de meesten zijn er. Ay, ik praat ook natuurlijk over social media, omdat ik natuurlijk iedereen probeer te betrekken. Hè. Ik ga het niet zo echt uur of iedereen me hebben. Maar ik zeg ook over een beetje: hè. we zijn soms wel, hè, we zijn op social media bezig. Hè, en vijf minuten post is het een kwartier en we zijn weer aan kattenfilmpjes aan het kijken. Voor de zoveelste keer aan de dag iedereen. Dus ja, dat is natuurlijk herkenbaar voor de, voor de meesten. Um, en dus, ik steek er wel eens wat de, verschillende dingen in, om het voor iedereen wat, 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 wat leuk en interessant te maken. Uh, maar bij, bij iedereen is dat wel een beetje anders. Hè. Bij sommigen is dat gamen heel aanwezig, bij anderen is het dan weer social media. Dat ze graag op zitten, TikTok, Snapchat en uh, en, en iedereen haalt er wel iets uit. Hè, want ik heb ook qua over tips van, hè, om eens we weer met die schermen om te gaan, een keer die limieten in te stellen, een keer weg te leggen die gsm als we huiswerk moeten maken of zo bijvoorbeeld. Ik spreek dan over de studenten waar ik soms mee werk, hè, waar we dan bewust naar de, naar de bibliotheek gaan om te studeren wat ze merken nog pot of thuis, dat ze veel te veel afgeleid zijn. En dat zijn allemaal zo van die zaadjes die ik plant, waar ze op dat moment misschien nog wel lacher mee, mee, mee omgaan of, of nog niet heel serieus nemen. Maar ik weet wel, als ze later dan zo misschien hier en daar wat dingen tekenen, dan denk ik: van, ja, er was een keer iemand die dit zei, ja, misschien ga ik dat ook een keer proberen. En als dat dan helpt, is dat eigenlijk wel een succes. Geef je evenveel lezingen of nalezingen aan ouders dan aan de leerlingen? Want mij lijkt dat de leerlingen wel geïnspireerd kunnen zijn, maar uiteindelijk de grenzen stellen en verantwoordelijkheid uh, accountable opvolgen voor de beslissingen ligt vooral bij de ouders niet. Zijn het altijd proactieve ouders die dan eens horen via hun zoon en dat dan contact met jou opnemen? Of heb je ook veel contact met ouders dan na een lezing in de school, zodat zij ook een beetje weten wat je doet? Wel, dus er zijn uh, heel wat scholen die ons al kennen ondertussen. En eigenlijk ook de leerlingbegeleiders die ons kennen. En als, hè, we nog al onze flyers achter. Ze kunnen ook dat magazine nu sinds kort bestellen, dat dit sinds dit jaar uit is. Um, en dus er zijn heel wat materialen voor bijvoorbeeld leerlingbegeleiders die voelen: van oké, okay, deze jongeren die zitten soms vermoeid in de klas, die brengen hun taken vaak te laat binnen. Uh, dat zijn echt kasten die toch heel veel gamen precies als we daarover mee praten en zo. Dat, zijn eigenlijk, dat is eigenlijk de ideale groep om dan die ouders naar ons door te sturen, of, of met ons in gesprek te laten komen, om, om, om daar waar rond te gaan werken. Dus zo komen ouders vaak bij ons, maar ook heel veel via Google, dat ze het zelf invullen, en, en, en één bestelling, dan komt direct automatisch op onze website, ja. meestal vrij snel. En, um, dus, uh, ja, uh, maar ook qua infoavonden voor ouders, ja, dat zijn ook vaak organisaties die dat aanvragen, gemeentes, dat we webinars voor geven, of infoavonden, huis van het kind, uh, gezinsbond, uh, geef ik volgende week een, een webinar Rond autisme en gamen enzovoort. Uh, mee, 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 voor en zo. Dus er uh, zijn echt zo heel veel organisaties. mee samenwerken. die ons dan inschakelen. om voor de ouders te gaan spreken. En. Uh, uh, ja, dat is ook gewoon heel fijn. Uh, en, onder die manier komen ook heel veel ouders naar ons. Ook psychologen die ons doorverwijzen. Therapeut, eigenlijk verschillende zaken. Vind jij dat gameontwikkelaars. een soort ethische rol hebben? Of denk je dat dat. Uh, niet hun taak is om uh, limieten te stellen. aan dat dopamine-stimulatie hamsterbrein, <laughs> eindeloze prikjes en stimulatie te geven dat het verslaafd blijft aan het platform. Ja, ik vind dat een hele moeilijke. Ik denk, weet je, ik vergelijk het vaak gelijk een uh, koekjesfabrikant. Kan je van een koekjesfabrikant verwachten dat ze hun koekjes minder lekker gaan maken? Oh, zodat minder mensen ervan gaan eten en dat er minder mensen problemen hebben met overgewicht. Ja, dat kunnen die maken. Hè. Ten eerste, dat is, dat, is, ja, dat is in je eigen voeten schieten. Als bedrijf moet je natuurlijk winst maken. en uh, uh, dat is heel contra het DNA van hoe van, van, de bedrijfswereld in elkaar zit, ik wil dat zeggen dat dat slechte mensen zijn die er allemaal achter zitten van we laat even de jeugd om op te maken ons product, natuurlijk niet, maar dat is gewoon het gevolg daarvan. Dus ik denk, als gewacht wacht, en, en er zijn ook heel wat initiatieven van de industrie, zoals spelen slim, en, enzovoort, en, en, en heel wat zaken rond en gezond omgaan met, uh, met gamen, maar uh, ja, hoe dat ook daarin of keren, als je niet een leuk spelje maakt, dat veel mensen spelen en gaan willen spelen, en ook ja, relatief wat tijd in gaan steken. Ja, of, of zelfs nog erger, niemand speelt gewoon een spel. Ja dan, dan zit, dan heb, ja, dan heb je geen, dan heb je geen bedrijf, hè, dan zijn ze failliet. Dat is het, dat is het geval. Dus, dus ze moeten ergens wel elementen inbouwen die het gewoon heel leuk maken. Maar voor sommigen is dat dus zo leuk dat ze er eigenlijk moeilijk mee kunnen stoppen. Dat is gewoon jammer. Dus ik denk, het is eigenlijk eerder aan de overheid om, aan, uh, om regels op te leggen. En ze doen dat ergens wel een klein beetje gelijk. Met Loonboxen, daar zijn ze van die doosjes zijn je gaan kopen waar een verrassing in zit. Je weet niet op voorhand wat erin zit. Maar er zijn dus allemaal elementen die jouw ervaring in het spel wat leuker kunnen maken. En zeker iemand die al wat slecht in zijn vel zit. die gaat het natuurlijk heel tof vinden om dan zo allerlei coole items te hebben in dat spelletje. Zo van die outfits, om dat te stoeven tegenover andere pasgenootjes of zo bijvoorbeeld. En dan zien we soms ook gasten die heel veel geld uitgeven aan games. Gelukkig is dat vrij uitzonderlijk, maar het gebeurt wel af en toe. En dat zijn wel elementen, er ah, zijn heel wat verslavende elementen in die lootboxes ingebouwd. En dat is bijvoorbeeld wel al gelukkig in België en Nederland verboden. Um, die dat die, er zou natuurlijk zijn in Europa, want wat doen sommige bedrijven dan? Die zeggen dan, ah, ja, kijk, like Nintendo die zegt, oh ah, ja, die, of, ah, het waren andere, maar. Ah ja, kijk, die, uh, dat spelletje is. Uh, is, 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 is uh, die lootboxes mogen daar niet gebruikt worden in dat land. Dus we gaan gewoon dat spel in dat land niet aanbieden. <laughs> in plaats van te zeggen we gaan die elementen eruit gooien, nee, ze zeggen we gaan het niet aanbieden in die landen, maar wat stelt België voor, hè? het is niet zo groot, tegenover de wereld. Dus is daarom dat we als Europa, of zelfs heel het Westen, eigenlijk daar, daar idealiter samen aan moeten werken, net als dat bij de GDPR al heel veel wetgeving is, om consumenten te beschermen. Ik denk dat we gewoon heel... veel moeten voor zorgen dat we... Dat denk je dat dat mogelijk is gezien? We zien er soms af en toe die... Um ja, getuigenissen van Mark Zuckerberg of uh, sociale media in Amerika. Zeggen van, ja, we trekken data, ja, we doen dat, ja, we hebben dat gedaan. En dan geven ze even getuigenissen en dan wordt er weer niks mee gedaan. Dus die, 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 die bedrijven hebben ook zoveel macht en zijn ook zo groot, die transnationale, heel krachtige instellingen, ja. dat ik me effectief de vraag stel of ja, de staat wel nog het gemeenschappelijk goed of het goed van de kinderen centraal stelt. Of die neoliberale belangen, waar zoveel geld, zoveel macht... Uh, want te pas komt dat het meer van de gemeenschap of de ouders zal afhangen. Want ja, er zit gewoon zoveel geld en manipulatie van perceptie op zo'n hoge niveaus. Dus, er zit inderdaad heel veel geld. Hè. De gameindustrie alleen al is 200 miljard dollar dat die omzet heeft gehad. Meer dan de filmindustrie, dacht ik, hè? Ja, maar dat is misschien al een tijdje. de film en de muziekindustrie samen eigenlijk. Dus uh, de omzet van de gameindustrie. En dat is elk jaar, ik geloof, rond de 10 à 20 procent van het stijgen tegenwoordig. Dus echt heel okay. veel investeerders gaan ook naartoe. Uh, ook e-sports, dat is dan eigenlijk online game-toernooien, die, uh, uh, die, uh, die, ja, waar je dan net als in, in voetbal of in tennis hè, tegen andere topsporters kan spelen, kan je dat ook doen in, in spelletjes. Daar is ook een, gans, een gigantische markt naartoe, streaming, hè, waar je dan live je, je leven kan delen met anderen. Hè, of als je dan spelletjes aan het spelen bent bijvoorbeeld, kunnen anderen ook meekijken. Ja, dat is ook heel populair bij de jongeren die graag gamen bijvoorbeeld. Dus dat is een gigantische uh, markt. En ja, er zitten nu wel heel veel, heel, heel veel gasten thuis. En internet is nu helemaal ook heel uh, makkelijk beschikbaar. Dus daar gaat niet echt veel snel in veranderen, denk ik, vrees ik. Maar ik denk dat het ook heel moeilijk is. Omdat je gewoon, ja, stel dat nu Europa zegt: van oké, okay, we gaan al die verslaafde elementen uh, uh, uit, uit de stelkens uh, of uit de social media bannen. Um, voor de, de gameontwikkelaars ja, dan. Ja, dan zeggen andere apps, gelijk in China dan, TikTok enzovoort: van ja, uh, kijk, we gaan gewoon. Uh, de markt in palmen, wat ze een beetje gedaan hebben voor een stuk op het gebied van social media. Dus, dus als ze bepaalde app apps gaan, gaan tegenhouden, dan gaan er dan weer andere heel populair worden. Dus, um, dus ja, ik denk dat we echt zo mogelijk moeten kijken. Europa, eventueel Amerika, eventueel zelfs de rest van de wereld erbij. Uh, in China bijvoorbeeld vind ik wel interessant. Dat, dat, ja, waar het dus daar gaan. ze hebben gezegd van kijk, minderjarigen of tot 16, mogen maar drie, drie uur per week gamen. Hè? Vrijdag en de zaterdag en de zondag. En dat is gewoon gelimiteerd. Ze mogen maar 40 minuten per dag op social media. Dus TikTok is daar geblokkeerd. Hè? Dat is ook zo mijn gezichtsherkenning. Als, ge, als ze het gevoel hebben, als je dan toevallig juist een heel ja, kinderlijk gezicht hebt, is dat wel onverstand, omdat je dan eh, gebannen wordt. Ook altijd een meerderjarig. Maar, eh, maar in het algemeen ja, is dat wel vrij, vrij sterk, die herkenning. En eh, Dus als ze het gevoel hebben van, oké, okay, de persoon die deze telefoon gebruikt is, is onder de 16 of onder de 18, dan is dat dus een limiet aan. Op hoeveel tijd je erop kunt spenderen. En dat is dus allemaal gedaan, dat ze voelen van, we zijn hier een generatie aan het verliezen. aan die toestel, niemand wil nog uitgaan, niemand wil nog relaties aangaan, he, ze willen geen kinderen meer maken, ze zitten daarmee heel gigantisch probleem in China, ook in sommige andere, zoals Zuid-Korea, zo, bijvoorbeeld, heb ik al gehoord. Want ja, er worden te weinig kinderen gemaakt, he, dus ze moeten buiten komen. Maar ja, als iedereen naar filmpjes zit te kijken op TikTok en op Snapchat, dan is dat natuurlijk lastig, hè, om, uh, om die dingen aan te gaan. Dus dus, dus daar zitten ze echt met problemen, daar zijn ze ook heel veel stappen aan het zetten. Ze hebben daar minder dat verenigingsleven, gelijk dat je hier in België hebt enzovoort, dus dat helpt al heel veel. Maar um, ik, ik, ik denk dat we er echt ook naartoe moeten gaan hier in België, waarvoor veel meer die, die beperkingen. In Frankrijk bijvoorbeeld, in Nederland ook, hebben ze al beperkingen gezet op school, hè? dus geen GSM's meer in de klas. Zoals dat zei, ook gewoon niet meer op school zelf, hoor. van begin tot eind lesuur. Dus er is geen enkele reden erop te zitten, eventueel tussendoor in de pauzes, dus heel kort even staan op kunnen. Om even wat dingen te checken, maar dat is eigenlijk niet nodig. Ja, vroeger bestond dat ook allemaal niet, en mensen leven het toch ook op een of andere manier. En je ziet ook dat heel veel scholen daar wel in worstelen en daar ook wat maatregelen nemen. Ik kom heel veel scholen. Ik vraag dan heel wat, wat past je toe. Sommigen zeggen ja, niks, we, doen, we laten ze doen. Maar natuurlijk niet in de klas. Hè. Natuurlijk niet, is dus het nodig is voor de les. Andere scholen zeggen van kijk, wel in de voormiddag, maar niet in de namiddag pauze. Anderen zeggen van ja, één uh, dag in de week gewoon niet. Anderen zeggen van: kijk, een half uur over de middag, schermvrij. Estijd noemen ze dat dan bijvoorbeeld, vond ik wel interessant. Uh, maar de rest van de dag dan wel. Dus uh, elke school zoekt er wij. En ik denk dat het gewoon beter zou zijn als een keer van de overheid, ja, een beetje van hoger af, waar, waar richtlijnen worden gegeven. Oké, okay, ik snap, hè? elke school kan nu wel individueel kiezen. Maar ik denk dat het gewoon heel mak uh, makkelijker zou zijn als er als, als iets meer die suggesties hè, of richtlijnen van uh, daar zouden komen. Uh, voor in de school tenminste. Ja, ik ben vroeger habitcoach geweest, gewoontecoach. Je werd ook heel veel met gewoonten, denk ik. En we praten vaak over wilskracht. Maar wilskracht wordt vooral uitgeput door wil niet, wil niet kracht. Altijd nee zeggen. Een van de dingen die ik nu zie bij technologie is dat in zo'n stadium zijn dat het steeds indringender wordt in je hersenen, voor je ogen, uh, optische illusies. Dat ik me altijd de vraag stel ergens van, gaan we niet ergens een halt zetten aan technologie, omdat het steeds meer data, steeds meer indringend steeds meer de menselijkheid vervangt door een zelf ingekleurde leuke realiteit, die niet in de echte realiteit, maar virtuele realiteit gebeurt? Of is dit dus een onvermijdelijk proces van innovatie en van het menselijke soms steeds sneller, steeds vlugger, steeds leuker? Je kan in een virtueel huis wonen en je kan je stoel perfect qua kleur aanpassen aan de muur. Je kan het leven afspelen dat je wil, het eten bij je thuis gebracht en je kan de leukste realiteit virtueel weergeven. Maar waar trekken we dan ergens de grens? Gaat er een bepaald punt zijn dat we zeggen: van ja, nu is het echt te ver, nu, nu voel ik dat het te overrompelend is? Um, of zijn we nu bejaard aan het worden langzaam en zijn we oudbollige? Hoe ik er wel naar kijk is: uh, je, hebt, je hebt technologie, technologie is eigenlijk wel van alle tijd. Het moment dat we een hamer zijn beginnen gebruiken en vuur zijn beginnen maken, dat is, ook, dat is eigenlijk ook een vorm van technologie. En er is dus heel, heel interessant een boek uh, van een tijdje geleden ondertussen, Het Hond Dieper noemt hij, uh, The Shadows in het Engels. En, en uh, daar gaan ze dus echt in over wat, wat voor invloed heeft internet en technologie op, ons, op, ons, op onze hersenen, op ons toen en later, en, en vooral op onze hersenen. En een van, de, een van de zaken dat daarin verteld wordt, is van, kijk, we ontwikkelen technologie om ons leven uh, makkelijker te maken. Dus wij ontwikkelen, wij vormen technologie en daarna vormt technologie ons. Een mooi voorbeeld is bijvoorbeeld de klok. Het uurwerk. De klok. Dus tijd, in feite. Ja, vroeger, als gij, eh, duizend jaar geleden, als je met iemand afsprak, en dan bestond dat bestond wel nog niet, dan zei je, eh, wanneer spreek ik af? Ja, ergens in de ochtend. Eh, ja. en dat was het dan. Hè. Er was geen niemand dat had een horloge. Ja, dan moest je het daarmee doen. In de ochtend komt die persoon dan wel langs. Maar nu, ja, nu heb je dus een klok. En dus nu in de ochtend, ja. Stel dat jij zou zeggen, zeggen Matjas, wanneer gaan we deze podcast opnemen? En Ik zou zeggen, ja, ergens in de avond. Hè, donderdagavond. Dat ik jij ook zeggen van, ja, maar wanneer donderdagavond? Hey, ik wil een uur hebben, ik moet een tijd hebben. Dus we kunnen niet meer terug naar vroeger. We kunnen niet meer alle tijd naar ergens in de avond. Uh, dat is natuurlijk veel lastiger. Dus nu, we, hebben die, we hebben die tijd ontwikkeld, we hebben dat gemaakt. We kunnen niet meer terug. En hetzelfde met die technologie. We creëren technologie om ons leven comfortabeler te maken. Maar, ja, nu vormt die ons. Hetzelfde met gewoontes. Hè. Als we jong zijn, vormen we onze gewoontes. Daarna vormen we onze gewoontes, ons. En dus die... We kunnen niet meer drukken, we kunnen beter omarmen. En we kunnen vooral eh, proberen om degene die daar kwetsbaar voor te zijn, om die toch zo goed mogelijk te ondersteunen, te begeleiden en de grote problemen te gaan vermijden. En je hebt al heel wat tegenbewegingen. Hè, digital detox, detox summercamps, uh, rebootcamps, van alles en nog wat. Uh, je hebt heel wat mensen die hun gsm terug aan het inwisselen zijn voor uh, een dampfoon, een, een, een hè, Nokia bakstenen noemen ze dat dan soms, hè? van vroeger, uh, die ook zelf schermlimieten instellen. Je, je, ziet, je ziet ook, hè, onlangs op Apple hebben ze weer iets nieuws, op hun iPhone, uh, heb ik nu onlangs gezien, als je je, je de bij je, je gezicht legt, bij je ook al een melding van oh, oké, okay, ik ga het wat verder lijken. Hè? Dus er zijn heel wat systemen die ontwikkeld worden, ook op YouTube en op allerlei verschillende kanalen, rond mentaal welzijn. ook Op Instagram, ik heb bijvoorbeeld een aantal likes daar gezien, Kun je kunt dat ook allemaal uitzetten. Je kan, je kan een privéaccount maken, en dan niet zomaar iedereen comments kan zetten op je video's. Dat is ook allemaal dingen die ik aanraad voor ouders, zelfs of met jonge kinderen, zitten, die quotation GSM krijgen. Er zijn heel veel dingen die je kan doen om hen daar op een gezonde manier mee te leren omgaan. Maar, wat zie ik vaak, de mensen die daar naartoe komen, naar die avonden, naar die infoavonden, de mensen die een boek lezen, dat is vaak hè, de wat meer welgestelde middenklasse. En, hè, ik vermoed ook hè, de mensen die naar je podcast gaan luisteren, er zijn ook mensen die al heel veel ermee bezig zijn. En, en, en heel bewust in het leven staan. En wie, wie krijgen we niet op die infoavonden en, en wie komt daar niet naartoe? Dat zijn soms de ouders. Die, hè, soms worden we ook van de leerkracht van: ja, toch jammer dat die ouder niet afgekomen is en die ouder niet afgekomen dus dat is. Want die is echt met een zoon die heel veel zit te gamen en het probleem aankomen. En als we, ja, die, we gaan echt moeten gaan kijken: hoe kunnen we die toch gaan bereiken? Hoe kunnen we die toch gaan betrekken? Alleen niet door met kinderen toch aan de slag te gaan. Maar met die ouders is dat soms van lastig. Uh, dus ik zie hoe dat ik er wat naar kijk, is van je gaat, je gaat mensen hebben en gezinnen gaan hebben die daar beter mee leren omgaan, die echt daarmee aan de slag gaan, die daar goed die grenzen kunnen instellen, goede afspraken rond kunnen maken, hun kind op een gezonde manier met technologie kunnen leren omgaan. En die gaan daar later in hun leven de vruchten van, van plukken. Hè? Mensen die kunnen focussen. Uh, en die zich kunnen concentreren voor langere momenten aan een stuk, zonder naar die gsm te grijpen of andere afleidingen te gaan opzoeken. Gaan gewoon later in het leven het veel makkelijker hebben. Dan degene die, ja, die je daar wel de hele tijd naar moet grijpen en constant die afleiding zoeken en in die, die gewoontes gaan, uh, gaan vallen van uh, minder productief te zijn enzovoort. Dus dat, gaat gewoon, dat, gaat, dat verschil gaat gewoon steeds groter en groter en groter worden. En dat is, uh, dat is jammer, omdat er, zeker in die gasten die daar ook heel gevoelig voor zijn, vaak heel veel potentieel is. Ja, ik denk persoonlijk dat we ergens op een tunnelpunt zitten dat er uh, een afzetting gaat zijn. Een beetje tegen transhumanisme en de technologie die steeds meer de mens uitholt. Ik denk soms met weer terug aan de jaren 90, begin jaren 2000. Dan kon ik dus gewoon een serie uitkijken of een film zonder mijn gsm 5000 keer te checken. Ja. En dan vraag ik me af: van waarom doe ik dat eigenlijk? Ik voel me niet beter, ik, ik verlies de connectie met mezelf, ik verlies de connectie met andere mensen. Maar dat bish is zo sterker dan mezelf. En, en dat wordt steeds krachtiger en meer indringend in mijn leven. Dat af en toe, als je iets niet kan controleren, ja, dan moet je het gewoon verwijderen, een afstand creëren. Zoals mijn levensreddend iets is, ik probeer het te doen, is de Kitchen Safe. Dat is een kitchenskluis waar okay. je dus de GSM in doet met een tijdslot. En dan draai je erop. En tien uur is die GSM in dat kistje. Ja. En dan denk je: van kan je dat zelf niet beslissen instellen? Ja, maar het is zo verleidelijker, zo verslavender, zo afleidender, stimulerender dat het beter is dat ik het opzij leg of dat ik echt duidelijke zwart-wit grenzen stel want het is gewoon te verleidelijk geworden voor mij. En het ja? jij zei van technologie moet ons leven verbeteren. Ik stel me vaak dan de vraag: wat betekent verbetering? Technologische verbetering? Want ik merk toch ook dingen van eenzaamheid en het aantal vrienden dat mensen hebben, de stijging van ADHD, autisme, al die factoren zijn eigenlijk enorm gestegen, dus er is geen directe lijn tussen de uitrol van technologie en het leven dat sneller gaat. En, en de glimlach die ook sneller gaat, laten we zeggen, tegelijkertijd. Hoe kijk jij ja, daarnaar? Wel, ik, ik maak een onderscheid tussen actief en passief schermgebruik. Wat bedoel ik daarmee is. Ik zal beginnen met passief schermgebruik. Dat is scrollen, binge-watchen, consumeren. Heel veel consumeren. Netflix, social media, games voor een groot stuk ook. Maar het is eigenlijk iets dat je heel passief doet. En het is heel veel. Ja, je kon, er, komt wel, er komt wel wat binnen, maar je bent er niet iets mee aan te creëren in je leven daarbuiten. Wat is nu actief schermgebruik? Actief schermgebruik zou kunnen zijn van hé, hey, ik wil uh, aan mijn gezondheid gaan werken. Ik ga wat video's gaan bekijken over uh, fitness, over oefeningen. Ik ga online op de website van een of andere fitness in de buurt gaan zoeken en ik ga me inschrijven en ik ga een, een kennismakingsgesprek inplannen. Je bent ook online, maar je bent iets aan het doen dat je ook het leven daarbuiten gaat hebben. Hé, hey, ik zoek een leuk ik zoek een leuk gezond recept op dat ik kan koken. Hé, hey, ik zoek partitu partituur op dat veel. Ik, ik zoek leuke activiteiten op. Daar word ik het weekend te doen en ik stuur via WhatsApp een berichtje naar mijn vrienden als ze willen afspreken. Dat is ook schermgebruik. Maar dat is gans anders dan iemand die een hele dag naar tv of naar, naar Netflix zit te kijken. Dat is iets, je, je, gaat, je gaat het echt gaan gebruiken in je leven. En dan zien we ook bij de mensen die gewoon ja, succesvol zijn of, of gelukkig zijn in het leven, die ook wel technologie hebben. Die kijken, eigenlijk kijk ik naar mijn ouders bijvoorbeeld, dat is een mooi voorbeeld. Zij hebben heel die. Dat internet is voor hen natuurlijk veel water in het leven erbij gekomen. Die hadden al hun vrienden, die hadden al hun sociaal leven, die hadden al hun werk, die hadden allemaal. Die hadden, die hadden eigenlijk al een leven voordat dat internet is gekomen. En zij zijn er op een heel nuchtere manier naar gaan kunnen kijken. Van oké, okay, hoe kan ik hier in Facebook mijn leven gaan gebruiken? Nou, ah, leuk, ik kan nog maar foto's makkelijker delen met mijn vrienden. Dus ik ga het daarvoor gebruiken, maar die kunnen dat makkelijk laten liggen. En ik. Ah, ik weet niet hoeveel, hoe vaak dat dan niet gebeurt, dat ik dan met mijn ouders een keer langs kwam. En dan zei mijn moeder: van, Ah, mama, Matthias, ik heb iets verkeerd gedaan. En dan was er weer een parolo mensen een wall aan het posten in plaats van een aan het sturen. Dus <laughs> ja, dat is wel schattig om te zien. Maar, dus ja, die, hè, ze, 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 ze gebruikten dat op een manier van hè, om wat contacten te leggen, om nog foto's te delen. Dat was allemaal nog relatief onschuldig. Maar die gingen daar nooit verslaafd aan graag. En die kunnen dan makkelijk weken en maanden als het moet uitzetten en daarmee bezig zijn. want die kunnen dat op een heel luchtige manier bekijken, omdat die dus al die basis hebben van vroeger zonder dat internet, of daar tenminste op een gezonde manier mee hebben kunnen omgaan. En, en zo kijk ik naar, oké, okay, wat is nu gezond internetgebruik, of wat is nu productief internetgebruik, en minder productief, ja, en daar zit ergens dat verschil tussen de actieve en dat passieve schermgebruik. En dus, als je daar op een goede manier mee kunt omgaan, dan kan dat een enorme verrijking zijn voor je leven. Want dat is de kunst, en dat is een vaardigheid die in de toekomst alleen nog maar belangrijker gaat worden, is van, oké, okay, op een productieve, sociale, hè, goede manier met die technologie omgaan, versus dat gebruiken om, hè, om afgeleid te zijn en om even je problemen te kunnen vergeten. En oké, okay, dat kan af en toe een keer deugden. Nee, je komt thuis van een lange dag werk, kijk even wat tv, even ontspannen, misschien een filmpje hier en daar op YouTube of iets anders. Dat is oké. Okay. Net als met alles, met mate. Als dat jullie leven begint op te nemen of al je vrijheid begint in te vullen, ja, dan gaan we daar wel naar moeten kijken. Uh, en dan kan dat natuurlijk wat minder gezond zijn om dat te ik ben niet echt voor uh, ja, de staat, en ik weet dat jou zelfs dus ook een, uh, een kritisch interview gegeven heeft in uh, Complete Tankers, maar zijn er ook geen mogelijkheden voor gamificatie in bepaald wenselijk gedrag? Ik ben niet voor het social credit system van in China, maar het lijkt dat de overheid vooral houdt van veel dingen te belasten en geld te innen, maar als je een soort van gamificatie zou hebben, of punten scoren, weet je, of upgraden als je echt goed gedrag doet, zou dat ook wel interessanter zijn. Ik ben er niet voor voor die controle, maar als je met de auto rijdt en je hebt geen overtredingen en je rijdt mooi, en je laat iemand passeren, dan. Ik ben niet voor een sociaal kredietsysteem en mensen die luisteren, maar ik probeer soms de voordelen te zien, van soms kan gamificatie wel meer wenselijk gedrag naar buiten brengen. Hoe kijk jij naar die gamificatie en die dingen die in China gebeurd zijn, onder andere? Zie je een bepaalde manier om die gamificatie op een goede manier toe te passen om de maatschappij beter te maken in het algemeen? Of zeg je van, dat moet niet via technologie gebeuren? Ook hier, net als met alles, alles heeft te maken met hoe wordt het ingezet. En wordt het ingezet voor iets positiefs, of voor iets minder positief. Je hebt heel veel spelletjes die gamification toepassen, dan dus dat wil zeggen oh, zoveel punten naar het volgende level. Uh, zoveel uh, badges dat je verdiend hebt. Hè? Um, zoveel, hè, je, hebt, je hebt nog, uh, hè, je hebt nog uh, een paar levels en dan heb je daar gouden wapen dat je kan verzamelen, bijvoorbeeld, Dus dat is eigenlijk een beetje gamification. Maar je kan dat op verschillende manieren inzetten. Ik weet dat er, hè, er is ook bijvoorbeeld een TED-talk over Duolingo Duolingo, hè, die app om, om talen te leren, die gebruikt enorm veel gamification. Die, die gebruiken uh, hè, dus, dus allerlei badges en die soms tot ergernis toe van de mensen. Dat is dan ook weer niet Maar hè, streaks bijvoorbeeld, dat is ook zo'n manier van gamification. Hè. Als je zoveel dagen op rij inlogt en een oefening doet, ja, dan heb je dus een streak van zoveel. Dus er zijn mensen. Het liefst toevallig van mijn zus, ik hoop dat hij het was, of iemand anders, ik weet het niet meer, nou, kennis daarvan. Maar die heeft een streak van 500 dagen op rij, dat hij dus inlogt en een oefening doet uh, in Duolingo. En dus, dus ja, je wilt natuurlijk elke dag opnieuw inloggen omdat je die streak niet kwijt wilt. Ikzelf ook. Ik, heb een, uh, ik ben beginnen fitnessen vorige zomer. En Basic Fit heeft dat nu ook in, geïntegreerd in hun app. Dus elke keer dat je, dat je er naartoe gaat, hè, wordt dat bijgehouden. En uh, eigenlijk is het nog maar heel basic. Daarnaast. Ja, dat zou toch fantastisch zijn dat je dus kijkt van, je, je, oké, okay, ik ben er niet, maar als voorbeeld bijvoorbeeld dat je bent lid van Basic Fit en dan ziet de overheid als je belastingen moet betalen dat je zoveel gesport hebt en dat je eigenlijk een gezonde levensstijl hebt en dat je mensen zal belonen om dit gedrag gezond... te doen. Ja, hè, dus daar gaan we natuurlijk al wel verder denken, maar hoe dat er nu is bij, bij Basic Fit is heel simpel. Van, kijk, elke keer dat je de slot wordt geregistreerd. En als je dus 12, uh, ik denk 10 keer, 20, 50 keer enzovoort gegaan bent, dan krijg je dus telkens een batch. Hè. Dus je wordt daarvan verwittigd. Wat ook heel leuk is, hebben dus uh, streaks. Dus als je zoveel weken op plei al gaat, dan heb je dus een uh, streak. Nu, ik had toevallig, uh, ik geloof eind december, had ik een streak van ongeveer 20 weken op bij. En Je ja, hebt de feestdagen en zo. Hè. Dus ik ben wat minder gegaan. En ik wist van, hè, ik, ben, ik was op een zondag gegaan, ergens begin januari. Uh, of eind december, en ik wist dat als ik niet de zondag terug ga, want ik had de hele week nog niets gedaan, dan ben ik dus mijn streak kwijt, dan moet ik terug van nul beginnen. En ik ben toch wel gegaan, zeker? Dus, dus dat was gamification, die geholpen heeft om mij toch naar de fitness te krijgen die week. Hè? Ook al had ik wat minder goesting, ben ik toch de zondag gestaan om naar de fitness te gaan, want ik had zoiets van 100 uur. ik wil niet met een streak van 20 weken op rij, al ik naar de fitness ga, kwijt. Dus dat is ook zo'n mooi voorbeeld van hoe dat, dat gaat ingezet worden voor positieve doelen, hè? Um, dat is ganz anders dan, dan, dan bedrijven die dat inzetten om, he, hoe kunnen we gasten nog meer geld laten uitgeven aan hun spelletje, en nog meer uren in hun spelletje zitten, ik weet nog in World of Warcraft bijvoorbeeld, je hebt zo van die je hebt de grind, wordt dat soms ook wel genoemd hè. de grind, wil dan zeggen dat je zo echt heel veel uren op, op, op je, je moet investeren voordat je iets kan bereiken in een, in een spelletje, rond een bepaalde beloning en je had dus bijvoorbeeld heel veel ja, reputations uh, hoe moet ik het zeggen, een soort van ja, uh, ja je moest dus heel je moest bevriend worden met bepaalde uh, figuren in dat spelletje. Maar dat, waren, dat, waren, dat, waren, dat was de computer, hè? dat was niet een echte persoon. Maar je moest dus bevriend worden met bepaalde figuren. En dan kon je dus een iets beter wapen krijgen voor jouw personage bijvoorbeeld. Maar dan moest je wel honderden en honderden van, laten we zeggen, de figuren van de, de berendoders. En de berendoders zeiden: van ja, kijk, als jij duizend beren doodt, dan krijg je van ons een koel cool gouden wapen. Dus wat deed ik? Dat is een beren dood. Hè? Maar ja, ik zat wel dat te doen in plaats van mijn studies bijvoorbeeld. Hè? Of, of iets anders. Of buiten gaan en mijn vrienden afspreken. Dus, dus dat is dan weer gamification. Dat ja, dient vooral om mensen bezig te houden. En met dat spel bezig te houden. Ja, Onverdienbaarheid is ook ja, een abonnementsysteem. Dus mensen moeten blijven spelen, blijven terugkomen. Hè? Elke maand betalen. Anders dring ja, je werk mee. Dus, dus dat kan op heel veel verschillende richtingen. En ik denk als we dat voor goede dingen kunnen gebruiken. Of zo'n laatste voorbeeld is bijvoorbeeld Pingel. Is ook zo een. Uh, Iets voor kinderen, lage school, rond wiskom. Je hebt zo verschillende, Wingen is dus zo één voorbeeldje. Maar je hebt dus heel wat apps in scholen, die, en ook steeds meer en meer, die dus gamification toepassen met allerlei leuke beloningen. Bijvoorbeeld, als ze hun oefeningen gemaakt hebben, als ze hun huiswerk gemaakt hebben. En ik denk, ik verheer op een klein beetje, maar ik denk ook dat in de toekomst, als je die kinderen wilt geboeid worden, eh, je laten, eh, als je moet, eh, want je moet dan concurreren met alle andere dingen die ze tof vinden en die ze online kunnen doen. Dan ga je toch wel een klein beetje die gamification in. in ook die educatie in te gaan inbouwen. Heb je zoiets als uh, Gamers Anonymous, of een soort van uh, groep dan gamers die elkaar steunen? Yeah. Je, hebt, je hebt wel wat groepen. We zijn nu zelf ook begonnen met een Discord-groep. Dus um, uh, een Discord, Discord is eigenlijk een, een app, een beetje gelijk Teams of like Skype, maar vooral heel populair bij, bij gamers. Ja, een social media app, wordt veel gebruikt, kan op. Kan ook op de GNM natuurlijk, maar wordt ook veel op de computer en op Playstation, Xbox enzovoort. Kan ook veel gebruikt worden. En je kan er dus communiceren met anderen. Je kan samenspelen met hen online. Je kan je scherm delen met hen enzovoort. Dus, dus heel populair. Daar hebben we een community bijvoorbeeld. En uh, dan doen we af en toe activiteiten. We gaan een keer hè, nu het Jadlet Festival binnenkort eens gaan kijken. We gaan, we gaan een keer bordspelavonden doen enzovoort. Dus om die gasten ook wat te helpen buiten te komen. En vooral gericht naar jong, 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 jong volwassenen. Um, online heb je er een aantal, er zijn er niet heel veel, je hebt ook Gamers Anonymous, als je het opzoekt ga je het wel vinden, maar het is niet echt zo heel groot, zeker niet in België, of in Nederland, je hebt in Amerika ook wel wat initiatieven, GameQuitters, Quitters, je hebt er wel, ja, wel zo'n aantal, maar het is eigenlijk nog heel beperkt, en, uh, en zeker in België en Nederland zijn er niet echt organisaties die zo ingespecialiseerd zijn uh, als, als wat wij doen, dat uh, je ja, toch zeker in België ja, jij begint er vroeg mee, dus je spreekt op school, tweede en derde middelbaar. Maar ik weet ook, en er is een groot taboe: ja, de crisis van relaties, het aantal maagden, dus soms van mensen tot zelfs 30 jaar. Wat is iemand die nu bij wijze van spreken in de kelder van zijn huis zit? Die heeft een goede ingenieurjob. Die, die eet gewoon chips, die zit de hele tijd te gamen, heeft geen sociaal netwerk en die luistert wel hier naar die podcast. Maar ja, Matthias is niet komen spreken op de school. Weinig handvaten om de leven te veranderen. Waar, waar zou die persoon dan het, het beste mee beginnen? Als die persoon toch zou zeggen van ja, mijn leven momenteel is niet het leven dat ik wil leiden. Wie contacteren ze? Wat doen ze dan best? Waar, wat zou best een startpunt zijn, denk je, Matthias? Wel, het beste persoonlijk zou zijn om echt. Maar is, ik weet dat dat wel uit de comfortzone is. Het beste zou zijn als je zegt oké, okay, ik, ik herken mij heel veel in die zaken. Daar is contact op mee. Hulp zoeken, dat kan bij ons zijn, bij Game Changers. Dat kan ook zijn bij iemand anders, als je dan liever lokaal hebt in de buurt of zo. En je zet er een goed gevoel bij: een psycholoog, een de therapeut, een de coach, um, de, 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 de leiders of, of wat dan ook. Um, maar zoek iemand fysiek om ermee af te spreken. Liefst in tekst, eventueel online. Maar dat maakt een groot verschil. Want uh, zo een, een keer een boek luisteren, een keer een video bekijken, dat zijn allemaal dingen die wel. Toch zijn, die kunnen wel wat inspirerend zijn, maar dat is niet hetzelfde als echt uit je comfortzone komen, daar geld voor betalen en effectief ermee aan de slag gaan. Je moet een beetje skin in the game doen, dat is dat soms ook wel. We gaan doen, ook voor dat fitnessen bijvoorbeeld. Ik heb mijn vorige, vorig jaar bijna begonnen, maar ik merkte door mezelf, was dat wel lastig om daarmee te starten, hè? Ik uit enzovoort. Ik ben ook uh, langs sponsor geweest van Basic Fit, zoals veel anderen, denk ik. Met een abonnement, en dat niet gaan. En op een bepaald moment zei ik van kijk, ik ben beu, ik wil gewoon hè, eraan werken, het is genoeg geweest. Ik ben gewoon, ik heb meegeschreven voor, uh, voor een kennismakingsgesprek met een coach daar. En, um, en ja, ik ben met een personal trainer daar aan de slag gegaan. Ik heb gezegd: van, geef mij gewoon het duurste pakket, het zwaarste pakket dat je hebt. Hè. Ik heb dan uiteindelijk 40 sessies genomen. Ik heb dat direct betaald. En ik weet, nu kan ik niet meer terug. Nu kan ik niet meer terug. Nu moet ik wel gaan, want ja, ik heb ook al betaald enzovoort. Dus dat creëert engagement. En ik weet, hij wacht op mij. Hij is er. Ja, en dat was soms wel lastig. Er waren echt veel dagen dat ik geen moeite had om te gaan. Maar ik weet, ja, die afspraak staat erin. Ik ga dan toch maar gaan. En het, achteraf ben ik natuurlijk altijd bij dat ik geweest ben. Maar ik weet, als ik dat niet had gedaan, als ik me gewoon, gewoon had ingeschreven met een moment enzovoort, en dat en, en zit, ja, dan vat ik dat misschien al twee, drie weken. Hè. Motivatie is iets dat heel vluchtig is. Hè. Dat kan even er zijn en dan regent het of dan sneeuwt het of dan is er iets anders gebeurd en dan is het weer weg. Ja. Dus, dus het helpt om een beetje um, accountability hè, te hebben. Een beetje toerekeningsvatbaarheid. Dus daar zou ik zoal mee beginnen. Nu, stel dat ik even werk eraan, al dan niet zelf of met iemand, Waar wij heel veel rond werken, is het creëren van groei op die verschillende gebieden in het leven. Dus heel vaak door allerlei verschillende stappen in het verleden gedaan te hebben. Eh, bij mij was dat ook. Ja, vrienden nodigden mij uit. Ik had altijd een of andere excuus klaar. Nee, ik heb gewoon met de familie te doen, ik heb nog wel mijn huiswerk. Eh, zelfs mijn eigen familie nodigde mij uit. Dus Ze kom maar naar het familiefeest. Nee, nee, ik had geen goesting. Ik zat natuurlijk heel de hele nacht te gamen in de plaats. Op dat moment ik dat een goede beslissing, hè, of, of toch een leuke, comfortabele beslissing. En een het gevolg, omdat duurt niemand nodig die er nog uit. Niemand nodig die er nog uit, want ja. als weet, je, ja, de mannetjes gaan toch niet afkomen. Hm? Dus natuurlijk, als je in die situatie zit, dat ik daarin kan, dan je ik van oké, okay, ik wil iets gaan doen. Um, het helpt hè, sowieso om in sociale kringen te gaan komen, omdat daar de community die ook wel wat kan helpen in de um, Maar focus op hoe kan ik wat meer mijn leven gaan vullen met andere activiteiten. Als dan niet door wat meer verveling eerst te gaan creëren, hè, door een keer de dag het internet uit te zetten. Ik heb sommigen die zeggen zo'n 90, 90 dagen detox, hè. gewoon niet gamen bijvoorbeeld. Want dan zitten ze soms naar filmpjes te kijken of zo. Maar dus heel veel van ons werk is dus gebaseerd op hoe kunnen we geleidelijk aan, stap per stap, elke week iets meer offline activiteit inplannen. Dat kan zijn, we gaan volgende week één keer aan de fitness. We spreken met een vriend af van vroeger. Dat kan zijn, we spreken een keer terug met onze zus af of onze broer of, of onze ouders of, ofzovoort. Ja, je kijkt naar wat je nu doet, hoe ziet je week er nu uit? En we doen er 5 tot 10 procent bij. Ik was, was vanmiddag naar de podcast, ik naar een aan het luisteren van David Cobbett. En het viel me op. Omdat hij, want hij zegt bijna letterlijk hetzelfde. Hij zegt van ja, je moet niet gelijk hem doen, want hij zegt zo, ook wel een motivational speaker, maar een beetje extreem, hè. die is ook zo 100 mijlen gaan lopen en zo. Soms op een heel korte tijd. Verwittiging op voorhand. Een beetje extreem. Maar dus hij raadt aan dan ook, hè, probeer 5 tot 10% uit die comfortzone te zoeken per week. Dat is ook wat ik heel veel mijn gezinnen doe en ook met mijn gasten. Oké, okay, wat, wat doet je nu? Stel dat je nu ja. Niet buiten komt of gaat je werk en dat zit. Oké, okay, kijk, de volgende week wat gaan we doen. Je gaat je werk en één activiteit buiten. Probeer dat is al. Probeer daarmee te beginnen. En weer met de makkelijkste dingen te beginnen. Dat kan zijn, een keer met een vriend van vroeger af te spreken, dat is misschien nog wel lastiger. Ga gewoon al voor een wandeling dan. Hoor op jezelf met een wandeling, eventueel met wat hebben beluisterd. Even naar het bos gaan en terug en dat it. Of ga boodschappen doen en koop een keer iets nieuws. Zo echt eenvoudige kleine stap. Hm? En van daaruit telkens 5%, 5% 10% erbij. En als je dat elke week doet, consistent. Je zult verbaasd zijn hoeveel dag je kunt bereiken op een aantal maanden of een aantal jaren tijd. Hm? Het helpt natuurlijk om dat met iemand te doen die je wat toerekening houdt. Hè? Want ja, die van motivatie kan natuurlijk niet. Dat kan natuurlijk na een paar weken uh, een tegenslag en dan zit je hier niet meer zitten en zeg je, ja, weet iets dat niet gewerkt heeft en dan stopt ermee. Dus het helpt dat om iemand te hebben die je daar wat toerekening schatbaar voor houdt. Um, maar dat is zo de, de stappen die we doen. En geleidelijk aan wordt die andere tijd gevuld met zoveel leuke andere activiteiten. dat je niet meer poeft thuis te zitten en te vervelen. Want dat is vaak de reden dat ze zomaar achter die computer zitten. Is uit verveling. Hè? Ik heb niets anders te doen en, en het is saai en het is niet ja. leuk. En, um, en geleidelijk aan. Ja, alleen verveling denk ik. Ik denk ook voor een stuk een gebrek aan zelfkennis. Omdat ja, het leven gaat zo snel dat je eigenlijk ook in het onderwijs. dat ik wel een beetje gedateerd vind om het eufemistisch te zeggen. dat ze niet weten van. Wie ben ik eigenlijk en wat vind ik eigenlijk leuk of wat vind ik belangrijk? Ja. Dus vooral eerst te kiezen van wat wil ik doen, is ook de vraag van ja, wie ben ik eigenlijk, wat vind ik leuk, wat zijn mijn passies en soms weten mensen dat zelf niet, dus veronderstel ik dat er eerst die zelfreflectie komt van wat doe je eigenlijk graag? Ja. Waar laat jij van op? En die zelfreflectie is natuurlijk bijzonder moeilijk als je de hele tijd een spel kan spelen bent, of naar films aan het kijken bent. Ik heb, ik heb heel vaak gasten van 20, 21 of ouder of jonger, die zoiets hebben van ja, ik weet niet wat ik met mijn leven wil doen. Ik zeg, ten eerste, dat is al sowieso normaal op die leeftijd. Veel weten dat niet. Sommigen die al wat ouder zijn, weten dat ook niet. Dat is ook oké. Okay. Hm. En, dus gewoon... en, en dat kan nog altijd veranderen, hè, ook als je het dan zo gezegd weet. Ah ja, hoe gaat het zeker niet te weten komen, dat je de hele tijd je kop in World of Warcraft te gaan steken of in een andere afleiding. En. Zoals ik ook jaren heb gedaan. Ik heb duizenden uren World of Warcraft gespeeld. Ik had heel goed draken dood. Zoals Filip als vork een draak daar gestegen komt. Bel me, ik kom af. Het is in de Chacos. We fixen dat. Maar al de rest in het leven, buitenkomen, eten, met mensen afspreken, sporten enzovoort. Dat zijn allemaal zaken die, ja, die ik gewoon niet deed vroeger. Of heel weinig, of heel beperkt. En, en dat, die, ja, die inspanning vragen. En um, zelfreflectie ook. Hè? Wat wil ik doen in mijn leven? Ja, ik had ook geen idee op dat le die leeftijd. Maar dat is een gans verschil. Met, ik werk dan met mijn zussen bijvoorbeeld, zeker de jongste, Jasmin, waar ik het zo over had. Die, uh, ja, die is Erasmus gaan doen, die is uh, hey, AFS, hè? die is zo in het buitenland gaan studeren. Die heeft uh, heel veel vriendinnen waar ze veel mee afspreken, constant. Uh, die gaan vaak weg enzovoort. Maar en die heeft een heel gevarieerd leven. Die heeft, op haar 21ste stond ze al veel verder in het leven dan ik. Die mail had, had opgezolderd op mijn kamer in al mijn vrije tijd. En ik ging dan nog wel naar de les. Meestal al de tijd, toch? Maar ja, ik kwam thuis en was ik op mijn kamer dat ik mee opsloot. Ik sprak weinig met mensen. Ik deed weinig dingen. Ik, ik, ik had weinig input van buitenaf. Ik had weinig klankboorden. Ik heb ook zo iemand die ik begeleid nu. Een moeder van een jongen van een man van 36. Die uh, ook autisme heeft. En ook, uh, heel, die is helemaal verslaafd aan, aan, de, aan de Switch. Aan, aan Zelda. Zelda. Er is nu een nieuw spel gekomen, Ik geloof vorig jaar. Tears of the Kingdom. Maar die is er dus echt. Ja, en die is ook een kei in ondertussen, hè. die kan het spel zo een paar uur uitspelen, echt, echt super, super, geweldig dat daar goed in. Maar ook een heel beperkte wereld. En ja, dan is dat effectief een uitdaging hè, voor, voor hem om daar, daar buiten iets te gaan creëren in zijn leven. En, uh, en dan, ja, dan moeten we daar echt effectief kleine stappen in gaan zetten om, om die terug uh, andere dingen te gaan laten doen. Ja, voor mij ook was een van de dingen dat mij ook geopend hebben, want ik denk dat we ook wel in een extraverte maatschappij leven, dat introverten het soms moeilijk hebben en dan enkel het masker kunnen ophouden achter dat scherm. Uh, is alleen reizen of een groepreis doen? doe je het alleen en ga je zeggen van wat wil ik nu echt doen? Wil ik eens naar een museum gaan of ga ik dat eens doen? En heb je totaal een nieuwe identiteit te verkennen? Ofwel was ik dan met Koning Apen een reis gedaan naar Thailand. En als je dan twee weken met uh, mensen trekt, ja, dan zal je wel gesprekken hebben met de rest. Dan zul je ze wel leren kennen, ook al zit je de eerste twee dagen in een hoekje. Als je die tijd en ruimte en pauze hebt om uh, jezelf en anderen te kennen, dan bloeien er soms dingen naar boven en komen er inzichten dat niet komen als je de hele tijd maar voor het scherm aan het scrollen bent. Een van de, een van de dingen die ik deed, dat weet ik nog. Ik, had, ik was toen 8, 29. mijn relatie was juist gestopt ook. Ik zat al, ja, zo. Ik zat dan even alleen, en ik voelde me wat eenzaam, ik voelde me wat slecht, ik had de neiging om terug te gaan spelen, ik dacht, nee, dat ga ik niet meer doen. En ik heb me gewoon, dat was een zondagochtend, ik heb me gewoon even in de computer gezet, en ik heb me ingeschreven in alles. <laughs> dus ik heb, ik heb, nogals, ik heb nogal zo'n heel kritische geest, hè? dat zie ik ook veel bij die gasten waar ik mee werk, hè? Zo, als we bijvoorbeeld vacatures moeten zoeken of zo. oké, okay, we pakken even straks van de VAB erbij, ja, nee, dat wil ik, dat wil ik niet. Ondertussen zitten we op pagina 7. Hè? Ik heb vooral niks gevonden dat hen interesseert. Ja, heel kritisch. Hè? Het moet zo vanaf alsof van de eerste keer voor het beste job ter wereld moet zijn. Maar ja, zo werkt het natuurlijk niet in het leven. Je moet ergens beginnen en, en ervaring opdoen. En, en ja, soms met een shitty job euh, beginnen dan desnoods. Um, maar ik weet nog. Hè? Ik had ook zoiets van: ja, wat wil ik graag doen in mijn leven? Waar ben ik goed in? Hè? Wat zijn leuke hobby's of niet? Dat weet ik niet. Hè? Ik weet dat niet. Maar ik kon de hele tijd naar het plafond staan en, en eraan proberen hè, erop te komen. Of. Ik kon er ook kon met mensen over praten, of veel mensen ook, dat kan ook natuurlijk. Of wat ik toen had gedaan, was ik gewoon: ik pakte mijn computer en ik schreef mij in alles. Ik ging naar de site van uitinvlaanderen.be of watdoen.be en ik zag potten bakken, yes. Uh, Bollywood dans, yes. Um, <laughs> IJsleren, yes. Uh, oui. dan, je bent in, allemaal side, side quests gaan doen, Matthias. Ja, voor je dag is het ook niet zo betekenen. Dus ik kan echt gewoon, en zeker initiatieles, ik kan nog wel. Hè. Het is gratis, je kunt het een keer proeven, het is voor beginners. Ik ga ook, in twee weken ga ik naar een zoekles. Uh, dat is een vroeg Braziliaan ik heb dat nog nooit gedaan. Maar I, eh, iemand had dat dan een keer voorgesteld, of vertelde daarover. Ik dacht, ah leuk, ik heb vroeger Salsa gedaan, ik heb zo'n anderhalf jaar heb ik Salsa les gevolgd, ook heel tof. Improtheater, theater uh, toastmasters heb ik ook heel veel gehad, als voor die public speaking skills, ik had heel veel angst om voor een groep mensen te spreken, en ik had toen al zo op mijn 6, 27 het gevoel, of 28 nee, het gevoel dat ja, ik wilde wel wel de water in mijn leven misschien zo mensen gaan inspireren, hè. ook zo die, die, die inzichten die ik heb opgedaan in persoonlijke ontwikkeling delen met de wereld, maar ja, dan ook wel durven spreken hè, voor een groep, en, en toen kwam ik dan via mijn baas toevallig op Toastmaster steek, daar die schrijf ik me dan in, ook erg, erg uit mijn comfortzone, zo mijn bang hartje dan zo, weet je, toevallig daar dan beland ook, maar ook wel die stap gezet van oké, okay, ik, ik, ik kom af, en dan zo dat ingerold En uiteindelijk, gigantisch veel aan gehad, hè? anders had ik nu ook niet al die lezingen kunnen geven, ongetwijfeld. Um, maar zo echt, ja, gewoon inschrijven in allerlei verschillende zaken. Heel veel zo in de zomerperiodes, en in september, en in januari en april enzovoort, zijn vaak zo nieuwe reeksen die beginnen. Nieuwe reeksen van allerlei lessen. En dan kunnen we een keer gewoon gaan proberen. Gaan proeven. En als het, als het wat tegen zit, ja, dan ga ik gewoon één keer terug naar huis. Hè? En dan de volgende keer probeer ik iets anders. En zo kunnen heel veel verschillende dingen proberen. En als u dan zoiets aanstapt, kijk, bij mij was het dan die salsa, die improtheater. Dan zeg ik ook, okay, ik ga zo'n reeks doen van 10 avonden. En dat, ik vind dat persoonlijk ook nog altijd een, heel, een van de beste manieren om echt mensen te leren kennen. Ik heb ook zo op Tinder gezeten en Bumble. Behaling met gemeenschappelijke activiteiten, dat je de ruimte hebt om elkaar te leren kennen. Ja. En dan organiseert een keer iemand een, een verjaardagsfeest, dan gaat er naartoe. En zo geleidelijk aan vult je dus die weekenden en die avonden met een beetje meer een sociaal leven. Je weet andere leuke activiteiten te doen, je mensen te leren kennen, je vrienden te maken. En zo je een klein beetje uit die. Ja, dat vastzitten in, in dat je eigen wereld te gaan zitten en op je eigen te gaan leven. En dat moet niet, ik zeg niet dat je de hele tijd moet gaan weg want ik ben obsessief, was ik dan met die sociale bezig, hè. ik was dan overal, elke avond, was ik alles aan het doen. Maar dat was echt te veel, ik ben ook redelijk uh, introvest. Hè. Allee, ik heb ook wel behoefte aan tijd voor mezelf. nu heb ik daar wel een evenwicht in gevonden, van zo'n paar activiteiten, maar ook niet te veel, veel tijd voor mezelf. Ja, ik werk ook redelijk qua ik heb ook veel gesprekken met gezinnen, ik heb goede lezingen, dus voor mij is ook wel een beetje zo uh, sociaal nog altijd. Hè. Maar het moet wel in evenwicht zijn en dat is een zoektocht. Dat is heel normaal als je nog jong zit dat dat wel lastig is. Maar door er wel mee in actie te gaan en er stappen in te gaan zetten, gaat dat wel uiteindelijk steeds duidelijker worden. En je gaat er voor jezelf een evenwicht kunnen vinden dat je dat houdbaar is en, en waar je je goed bij voelt. Ja, van uh, gamen naar een gezelschap spel. Uh, het spel om wat gezelschap uh, te vinden en wat gezellig te maken. Het is ook leuk om je achtergrond wat te horen, want bij mij was het ook zo. Ik was niet die man met de hoed. Uh, die, uh, die met zelfvertrouwen de podcast deed. Ik was ook iemand die uh, thuis zat en uh, overgewicht niet goed met mijn vel voelde en echt tegen de muur liep. Maar je kan altijd je leven veranderen met kleine stappen. En hoe langer je wacht, hoe moeilijker dat het is. Maar de beste dag om het te doen is nu. En de, ja, de vorige beste dag was gisteren. Dus laat het ook een motivatie zijn dat heel veel mensen die je ziet en nu uh, zich beter in hun vel voelen, dat uh, ze kleine stapjes genomen hebben. Als mensen eens een stapje willen nemen om meer te weten over alles wat je doet met Level Up, Game Changers en Game Over, waar kunnen ze meer vinden over alles wat je doet rond schermtijd en gameverslaving, Matthias? Dus het beste is gamechangers.be, dat is waar uh, voilà, alles staat wat we doen. Ik heb ook een persoonlijke website, dat is meer een soort van, blog zeg maar. Maar, ja, daar kan je mij ook wel uh, op vinden. Uh, maar, uh, dus ik zou op persoonlijk aanhouden zeker als het iets te maken heeft met schermgebruik, games enzovoort, rond de, op gamechangers.be. We zien je om een gast te zijn op de podcast Matthias, En veel succes met de toekomst. Ben je een ondernemer en wens je een succesvolle podcast te creëren of wil je snellere resultaten via simpele systemen die je contentcreatie, productiviteit en verkoop verbeteren? Ga dan naar hetehangijzerscom start en ontdek wat Filip voor jou kan betekenen.